Ik ben live. Dames en heren, goedenavond, goedenavond, goedenavond. Jazeker, dames en heren. Het is ome Milan weer. Goedenavond. Dankjewel voor jullie felicitaties, super lief. Ik zie je de chat al een tijdje losgaan, dankjewel. Ook Miquel Maas. Dankjewel voor het lid worden, Gozar. Hi, Gozart. Dankjewel, ouwe. Ouwe pik, ouwe pap. En Jasper, dankjewel voor de 4 maanden, gast. Ik weet niet hoe ik dat opnieuw kan afspelen. Geen idee hoe dat gaat. Maar thanks man. Dankjewel voor jullie felicitaties. Dankjewel. Inderdaad. Enzo heeft lekker geknolpowerd. En nu ben ik oom. Dus goed gegaan allemaal. Hartstikke fijn. Goed. Vanavond gaan we een hele chille game doen. Namelijk Lethal Company. En dat is een horror game. Vorige week hebben we hem ook al gespeeld. Met Kaak en met Jasper. En als het goed is, komt Enzo er vanavond bij. Maar ik zal eerst even de Discord joinen. Want... Hallo, hallo. Oh, yo, Knol. Hey, man. Ik zit even de zwangerschapsvideo te kijken. Oh, moet ik even... Oké, dat kan. Dat mag. We hebben nog tijd. Enzo is er nog niet. Oké, ik moet nog 4 minuutjes. Oh, oké. Leuk. Je hebt wel het hele moment verneukt, maar geef niet. Oké, ik... Ik zal bijna te huilen. Ja, doe mij maar even muten dan. Oké, tot zo. Jo. Oh ja, ik zie hem inderdaad live staan nu. Ik dacht dat hij al eerder online was, maar hij staat nu live. Goed. Ik heb lekker zitten janken. Oké. Ja, wat's op Jasper? Hallo. Lieve mensen. Hallo. Oh, jeetje. Dit is de video wat? Inderdaad. Nee, ik klikte de video aan, dus ik hoorde ineens... Lieve mensen, ja, mocht je deze nog niet hebben gezien, de allereerste babyvlog van Enzo en Miron. Zeker weten even checken, man. Leuk. Oh, je kan ook meteen winkelen, zie ik hier. Ik kan meteen een hoodie erbij kopen om het te vieren of zo. Een boxershort. Ja, man, dat wordt babykleding op knophouwer dingen. Hè? Of niet? Ja. Ja. Of niet? Er worden rompertjes met KP erop. En speentjes met KP erop. Ja, heb ik helemaal niet aan gedacht nog. Ik denk ook niet dat hij eraan heeft gedacht. Hij is alleen maar bezig met... hij is alleen maar bezig met... papa worden. Dus... goed, ja, dit is wel was een leuke video. Was een emotionele video ook voor mij. Ja, het was field. Voor jou nog 100 keer meer. Ja, klopt, ja. Ja. Ik ging hem gisteravond ging hem even kijken... Bijt ik echt voor het moment dat het was, bijt ik op mijn tong. Allemaal tranen in mijn ogen. Echt kut. Maar ja, het gebeurt de beste. Ja, dat was heel mooi inderdaad. Had je het verwacht? Nou, ik wist het al weken, zeg maar. Gelukkig. Ik wist het al weken. En ik weet ook het geslacht al weken. Maar dat is logisch natuurlijk. Want dat vertellen ze natuurlijk... zo snel mogelijk aan de familie. Maar ik had het niet verwacht, nee. Toen het voor het eerst gebeurde, had ik het niet verwacht. Maar dat is ook volgens mij gefilmd, mijn allereerste reactie van hoe ik daarop reageerde. Ik denk dat die ook nog online gaat komen.
Ik weet alleen niet hoe of wat. Ik weet zijn planning allemaal niet. Maar wel spannend allemaal. Dat wel. Wel heel erg leuk. Goed. Ik weet niet waarom jouw melding niet in beeld kwam, Jasper. En die van, ik heb het gedaan voordat je live was. Oh, misschien daarom. Ja. En die van Michael Maas ook niet, man. Maar thanks voor het lid worden. Ik waardeer dat. Deze maand hebben wij twee momenten in de community dat er weer keys komen. Game keys voor de leden. Dus als je deze maand lid bent, dan verwacht ongeveer 5 gratis game keys giveaways. Voor december. Allemaal voor de kerst. Ook vanwege het huilen van oma. Huilen van oma? Wat? Oma komt er niet voor. Wat? Mis ik iets? Nee. Vanwege het huilen van oma. Bedoel je oma Knol? Ik snap niet wat je bedoelt. Wil jij ook eigenlijk kinderen? Nou, ik zit er niet echt op te wachten, nee. Nee. Nee, hoeft niet per se. Ik sta er niet om te springen. Ik vind het leuk voor een uurtje of twee. En dan ben ik er ook alweer klaar mee. Dan wil ik lekker gamen. Goed. Perry Meister, dankjewel voor het lid worden. Thanks, Perry Meister. Nee, er is al echt heel vaak gevraagd van... Zit je ooit aan kinderen te denken? En ik heb in heel veel video's... bijvoorbeeld de leugendetector van Dutch Performante. Toen heb ik gedaan. Toen vroegen ze het ook. En toen vroeg hij het zelfs van... Wil je kinderen? Toen zei ik nee. En toen zei die leugendetector van... Nou, hij spreekt de waarheid. En als reden geef ik eigenlijk altijd heel simpel. Niet voor mezelf om het een soort van... Kijk, het is heel normaal om kinderen te nemen, zeg maar. Of te nemen. Kinderen nemen niet natuurlijk. Het is heel normaal om te zeggen dat je kinderen wel wilt. Maar het is niet normaal om te zeggen dat je kinderen niet wilt. Of je het nog echt krijgt, is dan wel weer geluk. En hangt af van zoveel factoren. Dat hebben we gisteravond ook in de livestream over gehad. Maar goed. Dat Enzo huilt over oma. Oh, op die manier. Oh, ik snap je. Oh ja, klopt. Daar had ik het ook moeilijk mee. Maar goed. Waar ik heen wilde, nu leiden jullie mij weer af. Echt heel vervelend dat jullie allemaal nog blijven typen als ik praat. Ja, what the fuck, ik ga toch nou ook niet praten? Nee, inderdaad, what the fuck, nee, man. Ja. What the fuck, je zit al stil. Ja, boys, ik pak even wat drinken en dan ben ik er. Hier, kijk, dit dat is toch irritant? Ja. Dus, nee, ik hoef geen kinderen, omdat ik denk vaak meer... aan mezelf dan dat ik aan anderen denk. Dus ik zet mezelf zeg maar eerst altijd op de eerste plek van... Oké, waar heb ik nu zin in? Wat wil ik nu doen? En ik ben daar wel iets minder in geworden... als in ik respecteer steeds meer andere mensen daarbij. Alleen ik ben denk ik in het verleden te vaak daardoor geraakt... dat ik zoiets heb van ik zet mezelf eerst op de eerste plek. En ik ben gewoon een beetje egoïstisch erin geworden. Dus dan heb ik zoiets van, ja, zit ik dan op te wachten op zo'n kleine waarin je lijp veel verantwoordelijkheden hebt met jarenlang dat je ervoor moet. Ik weet niet, man. Ik voel hem niet of zo. Ik voel dat niet. Ik voel dat gevoel heb ik niet. Ik vind oom worden dan denk ik 10 keer mooier. Dat denk ik. Ja, J. Vermolen, dat komt allemaal goed. Komt allemaal goed. Zou je openstaan om Peter te worden van hun kind? Ja, wat is dat, Peter? Wat is Peter worden? Ja, ik denk dat ze Peter-oom bedoelen gewoon of zo. Wat betekent Peter-oom dan? Wat is dat? Is dat niet dat je de zorg overneemt als het niet meer kan anders of zo? Heet dat niet voogd? Oh, jawel. Oh, hier. Ik ben het aan het googlen. 24baby.nl 24.nl. Let's go. Peter Oom van zijn familieleden of goede vrienden die je vraagt om een belangrijke rol te spelen. Wat houdt het in? Ja, wat houdt het in? Ja. Dus Peter is gewoon een soort peetoom. Ja, sommige peetouders zijn nauw betrokken bij de opvoeding. Anderen blijven meer op afstand en geven een wat groter cadeau, bijvoorbeeld tijdens een verjaardag. Ja, ik zie ook iemand die zegt extra papa was van de christenen. Ja. Oh. Ja, dat is inderdaad dat het katholiek was. Yo, thanks Rick. Thanks voor het lid worden van 4 maanden. Dankjewel, ouwe. Ah, welkom terug, wow. Heb je sowieso wel, toch? Als je gewoon oom bent en je bent zeg maar close met je familie. Nope.
Het is, de wet in Nederland is daar heel gek in. Dat als je, stel jij hebt een broer of een zus of een broertje of zusje, whatever. En die hebben kinderen en die stel ze gaan allebei op wat voor ook manier verdwijnen ze of overlijden ze of wat er ook mag gebeuren. En het kind blijft achter, dan wordt het kind in een pleeggezin gestopt en opgevangen en niet naar de familie meteen. Sterker nog, de familie kan dan doen wat ze willen doen, maar dat gaat niet. Want het kind gaat dan gewoon naar een geschikt pleeggezin. Oké. Dus ja man, dat zijn allemaal wel sowieso met wetten in Nederland, met ook dementie en zo. Wat je dan daarmee moet. Moet je ook vastzetten of vastleggen. Anders ben je ook de lul als je dat krijgt. Ja. Voor andere mensen ook. Als je overlijdt, dat er, weet ik veel, 30% naar de overheid gaat. En de rest allemaal naar familie. Ja. Moet je ook vastleggen. Zoveel gekke dingen eigenlijk. Je denkt, dat is toch logisch? Maar dat is dus niet logisch. De Nederlandse wet is een beetje moeilijk en vaag. Maar goed, daar doe ik geen uitspraken over verder qua dat soort dingen. Maar ik ben gewoon de oom, punt. En ik verder zeg ik helemaal niks, gast. Dus zoek het lekker uit. Ga en zo lekker lastigvallen, weet ik veel. Geitenlip, dankjewel voor het lid worden, ouwe. Thanks, man. Fijn dat je weer hangt aan onze lip. Dankjewel, meneer de virtuele parkeerbord. Ik ben inderdaad een trotse oom en daar gaat het om. Vervelend, La VH. Ik had het er gisteravond nog over inderdaad. Dat als je inderdaad iedereen om je heen ziet een kind krijgen en je bent zelf al jaren bezig en mensen naderen jou van, je hebt toch al zoveel jaar verkering? Hoezo hebben jullie geen kind? Terwijl het kan zijn dat je al jaren bezig bent en dat zo kut om dan aan te horen. Dat snap ik volledig. Dus ja man, we gaan het er niet de hele avond over hebben. Tuurlijk niet. Nee, gisteravond was ook gewoon een begin van de stream even het over hebben. En nu ook. En daarna gaan we lekker gamen, gast. En dan hebben we het daarover. Dat is het belangrijkst. Gewoon jullie entertainen. En niet de hele tijd hebben over baby's. Want in die end, baby leuk, maar baby hel is Milan baby weg. Even in babytaal. Ik was vanavond bij mijn schoonmoeder eten. En het zusje van Elisabeth, die heeft ook een kind van 2. En dat vind ik heel leuk. Anderhalf uur heb ik daar gezeten en gegeten. Of 2 uur zelfs. En het was super leuk, super gezellig. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, nu ben ik wel klaar met dat kind. Hier heb je hem weer terug, alsjeblieft. Puzzels gedaan en weet ik veel wat allemaal. Maar ja, dan ben ik nu wel weer blij dat ik hier alleen zit. Ik zal even Enzo bellen, man. Want ik zie wel dat hij het heeft gekocht, de game. Op Steam. Nee, gewoon veel tijd in. Ja, niet heel veel tijd in. Yo, bro. Yo, kom je eraan zo? Wij zijn... Ja, ik zit achter de computer, dus ik weet niet waar ik heen moet. Oh, naar mijn Discord, man. In opnames live kanaal. Oké, ga je nu beginnen? Of 5 minuten, 10 minuten? Ja, Don was drinken pakken 2 minuten geleden. Dus we gaan over 2 minuten beginnen, denk ik. Oké, kom maar aan. Yo. 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 Missen wij nog iemand? Ja, hè? Ja, Enzo komt er zo aan. Die heb ik net aan het... Die hang ik net op. Oké, top. Dan wachten we daar even. Ja, ik dacht, dan wacht ik nog even. Uh-huh. Hoe is het, boys? Ja, goed, man. Ja? Ja. Met jou? Ja, goed, man. Goed. Ja. Wacht even, ik speel hem zo nu af. Ik ben even met mijn maat Knol aan het praten. Mooie video. Jij ook wel, ik vond het heel puur. Wat vond jij ervan, dan? Ja, dat is helemaal kut. Ja, ja niet liegen, want jij hebt ook zitten janken toen je de video keek. Jij hebt ook zitten janken. Nee, ik zei net al tegen Jasper, tegen de streamer ook, heel eerlijk, gisteravond toen ik hem keek, want ze hadden hem al even laten zien, omdat ik dan feedback moest geven over de edit. Ja. Maar ja, niet per se feedback om de edit, ook gewoon omdat ze het leuk vonden om te delen met mij. Ja. Toen zei ik al van, ja, en het is niet eens een grapje, semi-grapje. Ik beet voordat... Het video speelde af en voordat het moment kwam, beet ik op mijn tong. Dus er kwamen wellicht wat tranen, zeg maar, waterige ogen. Maar ik had wel pijn. Ik heb nog steeds pijn aan mijn tong. Ik weet niet of je nog kan zien. Maar dat, ja, ik kijk niet, bro. Dus je weet toch? Nou, hier heb ik een soort van gebeten. Dus dat... Ah. Dus ja, dat was het een beetje. Ja, maar goed. Precies. Verder, ik vond het een hele mooie video. Goed geëdit ook.
Die, weet je, kijk, mijn maat Knol, ik hou echt van je, Milan. Maar het hele ding is gewoon... Jij moet gewoon een keer durven toe te geven dat je emoties gewoon toont. Nou, ik moest wel... Ik heb gisteravond... dit is heel eerlijk en dit is heel open en eerlijk. En je kan je mijn jaar op pakken als je wil. Nee, hoezo? Maar ik ben voor het laatst, denk ik, 3 jaar geleden... dat ik emotioneel werd en dat ik moest huilen. Of 2 jaar geleden misschien. En dat was... dat was 2 keer was dat. En dat kan ik me nog herinneren. Dat was 1 keer tijdens Elisabeth. Dat was toen... ik haar vertelde hoeveel ik van daar hield. En had ik een heel soort van gedicht gemaakt. En een moment daarna, dat was dat ik heel erg veel pijn had aan mijn rug. En dat ik echt jankend op de bed lag van pijn. Ja, zeg dat maar. Is pijnjankings. Dat is anders. Ja, maar hoe lang is dat geleden dat ik dat heb gevoeld? Dus, ja. Maar qua blijdschap was de laatste keer, denk ik, 2-3 jaar geleden met Elisabeth. Dus ja, dat is zo lang geleden. Dus ik herken dat gewoon niet meer. Dus eerst liet ze mij dat geslacht zien. Nou, toen stootte ik mijn knie. En toen daarna gebeurde dit. Dus het is gewoon 2 keer heel snel. Ja, je had gewoon pijn aan je knie en aan je tong en zo. Volgende video ben je uit het snijden. Nou, er gebeurde gewoon wat. Nee, uit het snijden, dan ben je een pranker. Dan ben je niet echt. Dat is altijd voor ik de... Ik zeg eerlijk, ik had die eerste edit gezien. Ik moest gewoon janken, bro. Ik vind dat gewoon... Ik vind dat... Maar dat komt gewoon omdat ik... Ik gun het jullie gewoon heel erg, snap je? Dat is gewoon... ik vind dat gewoon mooi. Ja, nee, dat is wel lief. Maar ik ben ook een emotionele guy. Want er kwam laatst ook iemand in mijn chat vertellen dat hij genezen was. Moest ik ook janken, snap je? Ik ben gewoon... ik schaam me daar niet voor. Nee, maar ik schaam me er ook niet voor. Ik zou het ook gewoon zeggen als het zo was, hè? Nou, genoeg. Ik moet even een paar dono's opnieuw af. Waar hebben ze dat? Ja, doe je ding. Welke ga je spelen? Nou, het staat nu tering groot in beeld, gast. Deze ga ik spelen. What's up, Fred? Goedenavond. Yo! 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 Gezellig dat je er bent. Of course. So what's going on, man? Vijfde maand bij Ome Knol. Lig een streepje laf. Dankjewel, Fred, voor de 5 maanden, gast. Niet veel. Iedereen leest de chat op. Dankjewel, ouwe. Sorry, wat zei je, bro? Zei je, hoe gaat het? Nou, hoe gaat het hier? Ja, lekker, man. Nice. Hey, doe mij weer datzelfde save-file. Want ik zie nog hier dat we ditzelfde save-file hebben, Jasper. Ja, dan ligt er wel iets in de kast. Ik moet ergens jullie eens joinen of zo? Ja, laten we dat maar doen, man. Dat is wel leuk. Ja, gewoon de game opstarten en dan... ga ik je de invite sturen via Steam. Ah, top. Ja, wel belangrijk dat je niet Push to Talk gebruikt, maar Voice Activation. Ah, oké. En waar stel ik dat in? Bij de server. Als je de game opstart waarschijnlijk als eerst. Zie je het staan. Ja, klopt. Nee, dan... oh ja, Mode. Voice Activation. Oh ja, die staat de hele tijd aan. Ja, precies. Ja, dus dan gaan we nu in-game en dan gaan we muten op Discord. Maar er staat wel... Push to talk T, maar dat... Push to talk moet je uitzetten, gewoon voice activation. Ja, oké, maar die mode voice activation... When the sky is falling down, when time is running out, we'll be here together. Oké, bro, hoor je mij? Oh, sorry. Ja, ik hoor jou. Oké. The face our darkest fears, we'll be here together. Here together. Ik weet niet eens van wie dat is dan, dat nummer. Dat is een royalistic... What the fuck? Dat is helemaal niet. Edit. Oh, dat is royalistic. Oh. Waar blijft Cole? Waar blijft Cole? Moet ik hem muten in Discord? Waar blijft Cole? Ah, daar heb je hem. Hey, what the fuck? Hey! Oh, yo, what the fuck? Waar ben ik, ouwe? Welkom in Lethal Company, man. Hey, ik doe even de kaars aan, man. Ja, ga maar staan, hoor. Knol. Wat wil je eten? Kom allemaal even om de tafel, hey boys. Kom even allemaal om de tafel. Ik doe even een kaars aan voor jullie. Ik wil jullie graag even bijeenroepen. Ik moet jullie wat vertellen, man. Wat is er? Vertel. Het is me serieus gelukt, zelfs met dit pak aan. Vertel. Ik heb iemand zwanger gemaakt. Let's go! Wow! Go! Hoe heb je dat gedaan?
Ja, dat ga ik later in de game wel even... Ik doe eerst even een ander outfit, ja. Let's go, ik doe het andere outfit aan, let's go! Ik wil alles hypen wat die man doet vandaag, echt. Oké, dit moeten we allemaal verkopen nog, Enzo. Dus laat dit nog even liggen. What the fuck doe ik? Ja, even wachten. Ik ga wel even vliegen naar de... Ik moet even starten. Daar gaan we. Waiting for the crew. Mooi. Oké, dames en heren. Wij gaan vandaag richting de planeet waar wij even onze spullen moeten verkopen. Zodat we credits krijgen. Zodat we weer zaklampen kunnen kopen en walkie-talkies. Oké. Mee eens? Let's go. Ja. Oké, top. Ik hoorde het niet, want ik had even iets in mijn oor, maar eens. Oké. Even kijken, wat was het ook alweer? Moons. Oh shit, we zijn hier in de orbit. Zijn we er al? Zijn we al bij die... Ja, wacht even. Je bent al geland op die ene planeet. Maar hier kunnen we niks verkopen hoor. Oh, hier kunnen we nog niks doen? Nee. Oh. Oké. Dan doe ik even zo. En dan kan ik nu volgens mij erheen. Wat zei je? Wat zei jij? Oh, hè? Wat heb je vast? Een Rubik's Cube, ben je blind of zo? Hey, ik loop een hele tijd de hype, hè? Ik word gelijk weer geflamed. Wat is dit? Wacht, ik doe dit ding weg, man. Oh, what the fuck? Ah. Wat heb jij nou? One day left. Jezus, 10.000 bits voor onze maagdenom dat iemand zwanger heeft gemaakt. Ben ik dit in chat? Hey! Ja, dat schreeuwen ook, jongen. 10.000 bits omdat iemand heeft zwanger gemaakt. Dat is toch ziek? Ja, hoe ziek is dat? Dat jij dat krijgt terwijl hij zwanger is. Oh, ik bedoel, nou ja, whatever. W in de chat van mijn maat gelol. Hij heeft sterk zaad. Let's go! Hey, bedankt, man. Graag gedaan, bro. Kunnen we het land dan? Ik zie mijn audio op OBS. Hoe bedoel je? Ik zie geen audiospoor voor deze game. Oh, dan moet je even je volume mix openen en dan op een op music zetten, deze game. Boys, zullen wij spullen verkopen alvast? Want dan hebben we alvast geld om te beginnen. Oh ja, ik snap het al. Je kan twee dingen pakken, toch? Oh nee, deze die houden we. Ja, maar die houden we, die schep. Moet ik met jullie mee of blijf ik bij Enzo? Oh, jullie gaan verkopen. Ja, we kunnen Enzo dit wel even laten zien. Ja, wacht even dat hij klaar is dan. Ja, ik moet heel even mijn audio... Wat denk jij, Milan? Hallo? Ik denk dat het dit wel gaat lukken. Maar hij heeft ook iemand zwanger gemaakt. Die audiofixer lukt ook wel, hè? Ja, dat gaat er wel lukken. Ik hoor hem wel heel hard typen. Ja, waar moet ik dat aanpassen? Is het in OBS of in de game of zo? Nee, volume mix of Windows. Oh, Windows. Windows. En dan, je doet rechtermuisknop op je dingetje, je geluidje. Ja, en dan geluidsinstellingen openen. Ja. Dan scroll je naar beneden en dan ga je naar volume mixer. Oh ja, Little Company. En dan uitvoerapparaat en dan doe ik daar bijvoorbeeld, I don't know. Ja, music, game, whatever, wat jij gebruikt. Music. Yo! 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 Yo. Ja, ja toch! Ik heb iemand zwanger gemaakt! Oké. Okay. Oké. Okay. Kun je dit even... Nee. Ik hoor mezelf dubbel. Ik hoor mezelf dubbel. Ja, ik hoor mezelf ook dubbel. Enzo, je hebt hem op... Enzo. Enzo. Ja. Je hebt hem op Streamix weer staan. Ja, klopt. Dus wij horen onszelf. Ja, rustig jongen. Niet zo boos. Hoe doe ik boos? Wacht. En nu? Waarom heb ik geen items? Hallo? Ik wil even Enzo dat laten verkopen eigenlijk. Het invoerapparaat. Laat Enzo maar op een belletje klikken. We gaan dus wacht. Mini. Sample of chat. Chat. En nu? Hallo? Hallo? Ja, ik hoor niet mezelf. Ja, dit gaat goed. Dit gaat goed. Nee. Dit gaat goed. Oké, dan. Hoor, krijg je, is je geluid binnen nu? Ja, man, geluid is binnen. Let's go, W's in de chat, geluid binnen!
Okay. Hey, hoe dans ik in dit spel? 1. Weet ik veel. 1. Oh ja, ga ik. Zo. Ja, lekker man. Oké. Okay. Ja, en zo, doen. Pak even dat ding uit, dat spiegel. Ja, wil je zien hoe lang die mijn pik spiegel, is? Niet dat spiegel. Zo lang jouw pik? Kijk, hoe lang mijn pik is. Zo, lang niet gek, gast. Zo. Je hebt wel heel naar polsje. Moet je even naar mijn pols kijken? Dat polsje is heel dunner. Kijk. Dat is een heel dom pul. Wat moet ik pakken, deze? Nee, dat die spiegel. Oh. Niet dat spiegel. Stop met dat spiegel zeggen. Dat spiegel. Die spiegel. Ja, ik heb een spiegel nu vast. Ja, volg nu, maar. Ja. Kom. Zo, dit duurt ook weer lang. Het is echt ongelooflijk. En dan. Yo, boys, we gaan heen. Ja, hier moeten we. Hier moet je hem inleggen en dan verkopen. En dan moet je op die bel drukken. Moeten we even één keer op die bel drukken? Nee, 5 keer toch? Oh ja, heel vaak op die. Had je hem gegeten? Kouwe lullig, bro. Dit was jouw idee. Stel je doet je eigen broer dit aan. Jij drukt op die bel! Bro, ik deed niks, bro. Wel! Zo is dood. Hij heeft 2 seconden meegespeeld. Hij is namelijk dood. Ja. Hij haat ons nu, want hij loopt ons niet te spekten. Hij denkt, man, the fuck ben ik dood. Ja, je komt er zo weer aan, hè. Zo. Oh. Man, zijn die muur verneukt? Ja, hij komt zo wel terug. Ik ben benieuwd. Ja, daar heb je hem. Hey, Knol. Hey. Zal je hem hebben. Ging niet helemaal goed, hè? Hallo? Hey, bro. Mijn game loopt vast. Ja. Nee, je was dood. Ja, ik ben er weer. Ja, ook. Ik weet niet wat er gebeurde, man. Ja, als je daar 5 keer op de bel drukt in plaats van 1 keer, dan word je opgegeten door een monster en jij stond er dichtbij. Oh, nou, bedankt. Ja, nou, top. Graag gedaan. Cool. Ik ga even naar de store. Even kijken hoeveel credits we hebben. Hoeveel credits hebben wij? 7. Dat is gek, want wij hebben net alles verkocht. Nee, we hebben niks verkocht, want we zijn weggegaan omdat dat monster eruit kwam. Ja. Oh mijn god. Moeten we dan weer terug? Ik denk dat het weg is. Heeft Enzo dit eigenlijk ooit gespeeld? Enzo heeft juist op start game gedrukt. Ik heb het chip laten landen. Dat is goed, toch? Ja, dan zijn we denk ik weer terug. Ja, dan zijn we weer terug. Ja, maar de spullen zijn weg. De spullen zijn weg. Maar waarom hebben we dan niks verkocht? Ik heb zaklamp. Ja, dat is goed. Nou ja, oké, whatever dan, man. Dan doen we het wel even zonder zaklamp. Want we hebben geen geld, hè, bro. Ja. We hebben niks. Oké, zullen we dan gaan naar de eerste planeet? Dan doen we gewoon dan Enzo voorop en Kaak erachter met de schep, want... we kunnen niks zien. Die schep, allemaal leuk en aardig. Jullie hebben allebei vorige keer wijs gemaakt die schep een beetje monsters gemaakt. Op Discord heb je blikktelefoon. Jawel, lukt echt wel, gast. Ik weet dat je dichtbij Enzo woont, maar doe maar gewoon Discord. Oh, ik gaf dat mons 3 klappen en ik ging dood. Kan je even stoppen met dat ding in mijn bek schijnen, bro? Sorry. Dankjewel. Gaat hij erbij dan? Ja, dan ga je naar mij toe. Ga naar Milan toe. Tering goed. Oh. Waarom stijgen wij op en de deur is nog niet dicht? Oh nee, oh. Prima, oh, beter hè. Verdomme man, ik moet ook hier dat... Ja, kan ik dan nu beginnen? Waarom gaat de deur niet open? Omdat ik... We zijn in de ruimte. Ja, we zijn in de ruimte. Zijn we in de ruimte? Ja, we zijn in de ruimte inderdaad. Ja, nu gaan we. Oké. Landship. Zo. Oké, we zijn bij onze eerste level, boys. Zoveel mogelijk spullen verzamelen. Niet nu er al uitspringen, maar Enzo, kijk aan! Oh, wat is... Is hij dood? Even kijken. Ik kan vanuit. Oh, hij leeft! Oh, hij is er nog. Ik hoor van ver. Hallo? Ik leef gewoon. Hoe leef je? Hoe dan? Ja, omdat ik gewoon spaghettibenen heb. Hé, wat is dit? Ik zie hier iets. Een bijenzwerm. Oh, dat zou ik maar niet... Oh! Laat me erin! Ik ga er beter doen de deur! Nee! Hé! Hey, laat me erin! Slaap die deur! Slaap die deur! Hey! Hey! Kom op, man! Ja, dit is goed. Oké. Yo, welkom back, boys! Enzo, dit is even belangrijk. Hier moet je je batterijen opladen van je zaklamp. Hey, weet je wat belangrijk is? Nou? Ik ben de leider.
Nou ja, je hebt wel de zaklamp. Daarom. Dus Jasper. Oh. Maar hoezo ben jij als je het ermee eens bent. Ja, kak. Ja, Milan. Oké, let's go boys. We gaan. Ja, ik vind Enzo ook wel hij is ook wel gekwalificeerd leider. Ja, rechtermuisknop Enzo. Wat zei je? Rechtermuisknop klikken. Ja. Dan kun je scannen en dan zie je waar de entrance is van waar we heen moeten. Oh ja, ik zie het. Even kijken. Ik ga even scannen. Goed dat je dat weet als leider ook. Even kijken. Oh ja, ik zie het. Kijk eens de andere kant op, kak. Dit is de entrance. Hij is geen op je reet, dat was... Nou, oké. Okay. Nou. Even kijken, kom maar met me mee. Wie gaat er wel op af? Het man met de schep, zeg ik. Ik vind het ook. Man met de schep, charge! Wie haalt onze schep nu weer terug? Ja, die pak ik wel. Oh nee, Jasper, pak jij de schep. En moet ik Don pakken? Want die is ook geld waard. Nee, we laten hem, kom. Nee, maar hij is geld waard! Ja, maar maakt niet uit, we moeten naar andere dingen op zoek. Oh my god, hij snapt er nog niks van, hè. Maar nu spelen we zonder kaak. Ja, wat hebben we eraan dan? Ja, gast! Je moet er met z'n vier op avontuur, gaat het niet met z'n drieën nu? Maar hij is toch dood? Ja, ja. Gaan we hem ophalen, ja? Ja, ja, ja. Ik pak even snel zijn lichaam. Zo, heb ik zijn lichaam. Die bijen komen. Ik ben cool. Ja, waar is mijn zaklamp? Mag de deur open, kapitein? Jawel, dat mag. God. Zo. Mag de deur nog een keer open? Nee, we hebben het lichaam, dus goed genoeg. Oké. Okay. Ik heb wel de schep van Zeef verteld. Oh. Nee, laat dat lichaam hier, Enzo. Hoe gooi ik hem overboord? Nou, laat maar dan. Nee, ik ben er, bro. Ik doe normaal nu. Kom, hup, erin. Klaar nu. En nu? Ja, en nu gaan we weer omhoog. Oh. En hoe pak ik mijn zaklamp vast? Oh, zo. Scrollen. Nice. Ongelooflijk. Hey Don, het komt goed, maat. Zo zijn lichaam. Komt goed, Don. Komt goed. Troost hem maar even. Doe even 100 squats en dan ben je weer levend, ja. Ja, hij is er weer. Yo, kak! Yo. Yo, ik heb je gemist, man. Bro, typeslaaier, bro. Wat was dat voor kal? Jij had de schep. Ja, ik ren daarin. Jouw schuld. Nee, maar even serieus. Wat is nou de bedoeling van dit spel? Ja, bro, je geeft ons niet de kans. Ja. Dat is serieus uit. Het is zo dom. Je bent zo hard aan het kutten en dan... Gaat hij weer? Gaat hij weer? Waar ben je? Heb je het weer overleefd? Hallo? Oh, is het helemaal achter, hoor. Mijn planeet, ik ben er al. Oh, yo man. Enzo, ik ben wel eens laten vallen. Hier. Oh ja, dankjewel man. Hey bro, wil je mijn zaklamp even laten liggen? Oké, kunnen we nu naar het level gaan? Ja, zeker. We zijn toch hier in het level. Nou, er is zeg maar op elke planeet een soort deur waar we heen gaan. En daarbinnen moeten we shit verzamelen. Maar daar komen we de hele tijd niet, zeg maar. Oké, hoe gaan we daar nu heen dan? Jij bent de leider. Ik zou zeggen, daarheen. Richting vooruit, daar. Oké, is goed. Kom maar mee. Oké, je kan dus blijven scannen met linkerbuisknop. Rechter. Ja, ik ben af en toe aan het scannen. Als je nu scant, kan je niet zien staan. Kijk, scan eens. Oh ja, main entrance. Kijk, gaan we. Ja, dan kunnen we hier omhoog. Oké. Oké. Deze route had ik niet genomen. Deze had ik ook niet genomen, deze route. Wat? Dit kan. Hij is lang niet gek hoor, die knop. Kijk dit. Hey, let's go boys. Allemaal in een rijtje. Ja, dus. Ja. Jij bent de baas bro, call het maar. Oké, stop! Oké, Don, ga maar als eerst. Ja, bro. Ah, fuck. Lekker. Overleefd. Oké, wij lopen echt door. Ja. Wij gaan gewoon met de trap. Ik zou niet weten waarom hij naar beneden springt. Oh, shit.
Ach, auw! Mijn been! Wat? Oké, kom, je kan komen. Ja, ik kom er ook wel. Ik ga wel via hier, bro. Ik ga via hier. Ja, slim. Dit was de trap, maar goed, maakt niet uit. Ah ja, beter. Goed gedaan. Ik vind Enzo wel een goede leider, ik zeg eerlijk. Dit hadden we vorige keer ook nodig, vorige week. Ja, je hebt wel gelijk. We gaan erin, boy! Mooi! Mooi! Gaan we. We gaan erin, boy! Nou, welkom bij Skydive Utrecht. Armen vooruitstrekken, plat op de grond. Nou, daar gaan we. Wee. Oh ja. Hey. Oké, waar gaan we even op? Kan het maar. Oké, kom maar mee. Kijk, dit is... ik ben personeel en ik ga jullie meenemen rondleiding achter de schermen bij Utrecht Skydiving. zoals jullie weten is het heel erg belangrijk om te luisteren altijd naar personeel ten alle tijden. Jasper, haal even je kwelbord weg. Het is niet nodig. Dankjewel. Ja, af en toe kan je losse onderdelen zien hangen. Laat die vooral liggen, want die zweeft gewoon lekker in de rondte. Oké, volg mij. Kijk, hier hebben we een beetje lawaai. Daarom maak ik dit even open. Doe ik even de switch aan. Kijk, dan is het gewoon even helemaal donker. Vind ik spannender. Ja, doe ik even zaklampje aan. Kom even mee. Het is heel erg belangrijk dat je gewoon vlak bij mij blijft. Blijf echt vlak bij mij. Wees niet bang, maar Jasper, jij mag als eerst. Doe maar. Oké, we sluiten altijd eentje op en dan gaan wij de andere kant op. Kom mee. Wij pakken de andere kant. Want daar moeten we helemaal niet heen. Kom maar mee, boys. Jasper! Wat de deur open! Ik weet wat het is, boys. Oké. Okay. Zullen luisteren naar de leider, bro? Kijk, Milan, als het goed is heb jij nog geen item. Klopt. Kom maar, Milan, pak maar even dit item hier. Ja. Juist, die heb je nodig. En die gaan we aan Jasper geven, want dan kan hij tenminste ergens in plassen als hij daar is. Oké. Okay. Hey, we gaan het wel even halen. Jasper, was een grapje. Dat doe ik altijd met klanten. Hij huilt. Kom maar, Jasper. Ah. Waar zit hij? Ah. Hij heeft zijn bloed gepist, loser! Hij heeft zijn bloed gepist, loser! Daag. Ja? Geef een klap op zijn kop. Yes, sir. Goed. Oké, boys, kom mee. We hebben hier niks te zoeken. Sorry, Jasper. Geen probleem. Oké, we gaan even naar deze kant. Uiteindelijk is het de bedoeling dat een van ons erachter komt. Ah! Holy moly, wat is daar? Ik was heel even vergeten dat David... Wat was dat, boys? Kom maar, wat was dat? Oh my god. Ik ben zo paniek, bro. Wat was dat? Ik weet het niet. Oh, jij bent een leider. Hoezo is er zoveel paniek ineens? Bro, ik ben geen goede leider. Wie pakt de flashlight en is de leider? Ik durf niet meer. Ik heb er nog eentje in me zitten. Maar goed, ik pak wel een tweede. Nou, weet je, ik vind Jasper denk ik wel een goede leider. Wijs maar naar de goede leider. Hier, neem jij de pot thee dan maar. Jouw pispot, okay, lekker. Ja, oké, jij bent er klaar voor? Durven we weer? Kan ik hiermee slaan of niet? Nee, die kun je laten liggen hier, want die hebben we nodig om te verkopen. Ja. Oké. Ga maar kijken. Oké, kom, let's go. Hij is weg. Oké. We hebben geleerd van de vorige keer. Ik hoek hem! Slaan! Ja, hij is weg. Oké. Okay. Even serieus, boys in het midden, kijk in het midden. Ik hoek hem! Wat is dit? Waar is fucking grote? Wie bent met dit pussy? Ik weet het ook. Oh, yo, dit was de nooduitgang. Milan en Kaak zijn denk ik dood. Ja, serieus, denk je? Oké, kom maar naar binnen. Oké, nice, we leven nog. Oké, wat hebben we hier allemaal? Kunnen we hier iets gebruiken en mensen mee omleggen? Hey, guys. Hey, Kaak is er nog. Ja, ik leef nog. Is Milan dood? Hier, ik heb een kwelbakje voor je. Oh ja. Is Milan dood? Ja, ik heb Milan niet gezien. Ik dacht dat jij ook dood was. Nee, ik was naar buiten gevlucht.
Wat is de bedoeling nu, boys? Serieus? Ja, we moeten gewoon spullen verzamelen, die moeten we verkopen op het schip. Ja, en als we die niet verkopen op een tijd, dus geen kwotum halen, dan gaan we dood. Oké, dus kom, we gaan spullen pakken. Ja. What the fuck? Wat en wie is dit? Oh, is dit Milan? Is dit Milan? Ja, ik denk dat ik dat ben, bro. Ik denk dat ik dat ben. Is dat Milan? Ik denk het. Ik denk het wel. Wauw. Staat wel grab. Kan ik wat op? Hij is er goed ondergeschreven. Ik kan hem niet pakken, hoor. Kom, we gaan wel verder. Laten we weggaan hier. Laten we deze kant op gaan dan. Oké. Okay. Ja, we moeten gewoon iets van geld hebben. Oh, hier was niks. Dit was mijn cel. We moeten lekker gewoon teruggaan, want ik heb iets van geld. Kom, we kunnen hier wel even naar beneden even checken. Oké. Okay. Als iedereen iets in zijn klauw heeft, dan is het goed. Ja, doe even hier schijnen. Hier moet wel iets licht, denk ik. Oké, dit is wel echt heel eng, boys. Even serieus. Wat licht daar doen dan? Nee, serieus. Jasper. Oké, valt maar even op. Oh my god, dit is wel echt heel eng. Zij horen mij dus niet omdat ik dood ben. Ik heb een laptop, oh nee. Ja, omdat ik dood ben, horen ze mij dus niet. Dankjewel Ben en V voor de 5 maanden trouwens. En Kaylee van boven, dankjewel voor de 2 euro superchat. Dankjewel. Met je rechter muis op, dan zie je spullen vaak beter liggen. Hé, hier is volgens mij... Doe schijn hier. Hoi, hallo. Waar ben je? Hier, kom. Oké, schijn hier, volgens mij een deur. Ja, hier moeten we doorheen. Ja, hier is het licht. Hier komen we daar niet vandaan. Ja, maar waar zijn spullen dan? Ja, ik denk dat we die hier vinden. Hier ergens. We kunnen even een rondje rennen. Ja, laten we een rondje rennen. Kijk, Jasper. Hallo. Je hoort mij. Hij slaat. Ja, ik ben aan slaan. Ja. Hé, ik ben goed. Je bent gered. Boy, ik ben hier. Ik ben hier. Ik ben mijn zakje. We moeten weg. Welke kant? Oké. Hierin, volg mij. We moeten weg. Volg mijn stem. Zijn jullie achter mij, boys? Ik wel. Enzo, weet niet. Enzo? Nee, ik ga item pakken, man. Hij gaat een item. Hij is zo eigenwijs. Fuck, man. Hé, hey, ik ben hierboven. Hey, ik heb nieuwe dingen unlocked. Enzo? Ik heb nieuwe dingen unlocked, hier zijn nieuwe deuren. Holy shit, ik ben in een zieke ruimte met allemaal computers. Waar ben je? Boys, ik heb een zieke computerruimte hier. Wat een computer? Boy, dit is echt een zieke computerruimte. Ik heb een bord. Oh my god, ik heb een verkeersbord. Hoe kan je zo blij zijn dan, weet je? Ik heb een verkeersbord. Oh. Milan is trots op je, denk ik. Okay, kom, we moeten hier. Hier een key. Doe even schijn iemand daar. We hebben een zaklamp mee. Er staat ship leaving in an hour. Dat is wel belangrijk. Hier, pak die. Ship leaving in an hour. Ga jij maar schijnen. De lamp is leeg. Oh nee. Dat is echt dat de lamp leeg is. Wat ga ik tegen maar slaan met die schep, jongen? Ik heb hier het verkeerd woord in handen. Hij is ons gewoon gekild, bro. Die is van mij. Hoppakee. Hoe ben jij eigenlijk dood gegaan in dit verhaal? Ah, kijk. Ik werd aangevallen door een spin en een ander monster. Ja, wat hebben we hier? Zit hier helemaal niks in? Maar ship leaving in an hour, hè? Dus hij moet nu weg. Hier ligt een key, of niet? Ja, hier ligt een sleutel, kijk, ik heb een key. Okay. Helemaal zijn eigen wereld, hè? Ja, met wie is hij aan het spelen? Ja. Enzo heeft sowieso geen idee dat hij nou terug moet naar het schip. Hij heeft nee. Geen idee. Nee, staat rechtsboven maar heel groot in beeld. Oh, dit is best wel spannend.
Oh mijn god, kijk nou. Het schip vertrekt zonder hem. Ja. Wat nu? Weet ik niet. Oh mijn god, wat gebeurt er? En zo het schip vertrekt zonder jou. Ben ik nu dood? Ja! Ja. Missing. Oh, wat de heck? Ik had zoveel spullen. Ja, je moet wel weer terug naar het schip. Er stond vet groot rechtsboven in beeld. Ship leaving in 1 hour. Ja, maar dat snap ik toch niet? Ja, maar waarom sloeg je hun ook dood? Ja, omdat Jasper geen zaklamp meer had en... Oh jee. Deur open gaan. Welcome to our disciplinary process. Wat is dit? We hebben het quotum niet gehad. Die komt optreden. Zak. Zak, zegt hij nog. In de ruimte. Oh, ik ga stuk. Waar ben ik? Ik hoorde in de ruimte rechteroor. Zak. Def Ruif kwam optreden, bro. Goed. Nou, we weten nu een beetje de bedoeling. Oké, nu snap ik wat we moeten doen. Maar hey, even serieus. Jasper, ik sloeg jou omdat je geen zaklamp had. En kijk, jij sloeg me op mijn achterhoofd. Ja, dat klopt. Maar een verkeerswoord komt harder aan dan de schip. Dat is me wel gebleken. Achter gekomen. Nu moet ik wel zeggen dat ik al low HP was, omdat we het schip... Hallo? Hallo? Dat was al 1 HP. Oké. Kun je die vinger uit mijn neus halen? Ik heb voor iedereen een... Oh mijn god. Ik heb voor iedereen een flashlight besteld. Ah. Oh, hadden we daar geld voor, ja? Ja. Verwacht op de bestelling en zo. Ik ben er, boys. Oh, je zit weer hier onder het schip. Oké, laten we nu even serieus missie doen, man. Ja. Dit gaat om leven of dood hier. Bro, ik heb een flashlight besteld. Dus moet even wachten op het muziekje en dan komt de... Oké. En we zijn Wat ik? Hij zal weer naar de main entrance. Ja, laat maar gaan, joh. Dit is toch geen flashlight? Waar komt dat ding? Je hoort hem ook in de verte. Boys! Boys, kom! Bro, we wachten op een flashlight bestelling. Kijk, daar is hier een bestelling. Pizza. Wat is dit? Hier ligt de flashlight voor je, neef. Pak hem even op. Waar? Dit is de bezorgdienst. Dit is de bezorgdienst. Oh joh, Oké, let's go boys. Let's go. Ben jij weer leider? Of, want ik snap het net niet helemaal. Want Jasper nee, doe was jij maar hoor, kaak. Nee, ik ben niet zo'n goede leider. Ik loop gewoon achter dat zooitje aan, ik vind het allemaal wel best. Hier moeten we in, kom! Oh, hij is al binnen. Ja. Gaan we maar praten of wat doen we? Ja, we kunnen nou gewoon kijken. Enzo Knol was left behind, staat er. Boys! Oh, nee. Hey. Ja! Hey. Komen jullie mee? Ja! Kom, ja, we gaan eraan! We gaan! Wat een team. Niks bereikt, maar ongelooflijk. Hey, kom nou naar voren, man. Hey! Ja, boys, kom mee naar binnen. We gaan. Ja, maar ik weiger echt te gaan. Oké, volgende keer als je terugkomt, hier om het hoekje staan. Ja. Okay. Yo! Boys, kom ja, we komen, ja, we komen, ja, we komen. Yo, Boys! Shh. Niks zeggen. Boys. Wat heb jij? Wat doen jullie daar? Gewoon, ja. Als jullie er blijven, kan ik wel items droppen, kijk. Ja, doe maar. Ja, goed gedaan. Ik kom zo weer terug met een nieuw item. Tot zo! Tot zo! Ja, dit is ook. We kunnen hem ook gewoon voor ons laten werken, hè? Ja, kan ook. Wel mooi, dit ding. Heerlijk? Ik heb wel iemand die hem kwijt kan, hoor, als je snapt wat ik bedoel. Ik heb wel iemand die erop kan zitten. Goed, volgende keer als hij terugkomt, kijken we even wat voor item die heeft. En dan kunnen we hem op zich wel volgen, denk ik. Ja, je hebt gelijk. Geen idee wat er gebeurt nu ook met hem. We weten ook niet of hij nog leeft. Ja, komt hij wel terug.
kan ook met je zaklamp in je hand dansen. Wat is dat nou weer? Ja, je kan toch ook in real life met een zaklamp in je hand dansen? Je hebt gelijk. Niet kunnen. Ja, je hebt gelijk. Het duurt al lang, hè? Ja, het duurt al lang. Zullen we toch maar even kijken dan? Ja. Nou, ik denk dit wel even naar het schip. Tot zo. Oké. Okay. Enzo! Yo, Enzo! Boys! Yo! Yo! We zijn er. Yo, boys. Leuk man dat jullie eindelijk zijn. Ja, we moesten even overleggen. Ik ben spullen aan het verzamelen al. Oh, heb je al wat gevonden dan? Ja, large axle collector. Oh, een key. Hier ligt een key. Oh, nice. Ja, kijk. Die had ik daar verstopt, man. Oh, waarom heb je die dan neergelegd dan? Ja, omdat ik wilde dat jij hem ging vinden. Oh, wel even een tip. Je kan dus scannen voordat je in je kamer in komt. Dan weet je waar alles ligt. Nee, mijn zaklamp is leeg. Geef me even die van jou, Jasper. Ik ben koud omdat mijn zaklamp dicht was. Of leeg was, dat denk je zelf. Moet ik je wel op je hoofd slaan? Of, Succes. Doe. Ja, ik heb geen item. Wacht, ik ben zo terug. Ga ik je op je hoofd slaan. Gaat niet gebeuren. Oké, ik ga ook even spullen zoeken dan. Tot zo. Yeah. Denk hier. Ligt hier iets? Nee. Hier ligt ook niks. Ik heb hier al gezocht, bro. Ja, maar er moeten toch wel meer plekken zijn, toch? Oh, hier is een computerkamer. Ja, hier ligt ook helemaal niks. Waar is Don dan? Ja, Don was even het spul terugbrengen. Dat zag je net rechts in beeld. Hij had al iets teruggebracht. Oh, dat heeft Don gedaan. Ja, die heeft al iets verkocht dan. Verkocht. Verkocht. Ja, verkocht. Hij heeft het secured, zeg maar. Zeg je dat? Ja, naar het schip gebracht. Ja, yeah. Volgens mij zijn ze weg. Oh, ik hoor hem in het verte. Waar komt dat vandaan? Oh, hallo? Ja, ja, ja. Oh, ik kom eraan! Boven? Oeh! Die doet niks, hè? Milan. Ja? We zijn hier boven. Ja, ik ben boven, maar ik weet niet waar boven. Ah, weer achter. Snel, doe een deur door. Doe hem dicht, kom. Ja, dat kan niet. Er zit geen deur in, bro. Oh, er ligt wel een sleutel. Waar zitten hun? Oh, hi. Zie je dat beest? Daar komt door. Ik hoor hem. Ik hoor hem vooral. Oh, hij ziet ons ook. Oké, spring naar beneden. Spring naar beneden. Oh, nee, kan niet. Hij is mee. Hé, kom dan. Oké, ja. Oh, hé, hey, ik kan er doorheen. Don heeft hem open gedaan, deze deur. Oh, dit is heel vet. Dit hebben we nooit gezien. Wow, kijk waar het zijn. Doet hij iets? De deur is opengemaakt door iemand. Oh. Hallo, hier ben ik, jongens. Op gewoon dat ding voorbij. Hé, hey, man. Yo. Don heeft zojuist in het schip die deur voor ons opengemaakt. Daarom konden we hierheen. Dat meen je? Ja. Oh, dat is wel vet. Hij heeft ons geholpen nu. Kunnen we hier? Ik weet niet zo goed wat we hier kunnen. Ik zie ook niet zoveel items liggen hier. Ik ook niet. Ik dacht dat we items moesten vinden. Ik heb nog een sleutel trouwens. Ja, misschien kunnen we die nog ergens voor gebruiken. Wat ligt hier? Wat is dit? Hydroderen. Nou, daar ga ik niet op staan. Ik weet niet wat ik dacht. Ik moet een beetje denken aan Zack. Van die andere game. Oh ja. Hij gaat weg, denk ik. Of niet? Ja, we kunnen dit wel doen, toch? Ik loop over de rand heen. Oh, hier is een nooduitgang. Dat is wel chill. Ja? Is Enzo nog in de omgeving? Enzo? Nee, hij is er niet meer. Oké. Okay. Hey, mijn zaklamp is op. Ik heb nog een heel klein beetje. Oké. Okay. Ik hoor iets. Ik hoor een beest. Ja, een key. Een key. Oh, what the fuck is dat? Wow! Jasper ging hier in dat ding. Hij is verzopen door dat ding. Waar was die fire exit? Waar was die fire exit? Oké. Okay. Oh my god. Wat gebeurt hier allemaal, bro? Ik ben alleen. Ik weet niet waar Enzo is. Is Enzo dood?
Waar is het schip? Waar is het schip? Main entrance? Ik ga wel naar de main entrance. Daar in de buurt is het schip, denk ik. Dit gaat helemaal goed. Ik weet gewoon, wat gebeurt hier allemaal? Wat is er? Waarom deed iemand die deur open? Dat deed Kaak sowieso, vanuit het schip zelf. Hé, hey, hier ligt nog een item, of niet? Oh nee. Het schip was hier toch, ergens? Ja, daar. Ja, ik zie het. Ik heb geen stamina meer. Don! Yo! Yo, Kaak! Yo! Waar zijn hun? Dood. Allebei? Ja. Yeah. Dat meen je niet. Yep. Damn, man. Ik deed nog een deur voor jullie open, maar volgens mij stond er een monster achter die deur. Volgens mij, bro. Dat was letterlijk waardoor Jasper in paniek raakte, wegrende en toen door zo'n blubbermonster of zo, weet ik veel, gast. Laten we hier heel snel weggaan, want ja, ik hoor je. Ja, ik deed mijn... Ja, we hadden ook geen walkie-talkies, hè? Nee, dat weet ik, maar dit was top, bro. Want jij deed die deur open, waardoor we dus een nieuwe ruimte hadden. Dat was echt top. Maar ja. Kun je dit gewoon even verkopen en even een walkie-talkie halen? Dan kan er iemand even... Hè? Ja, ja, we kunnen ook walkie-talkie halen nu, volgens mij. Heb jij geen items meegenomen? Hey, er was er niks, bro. Er was niks. Hmm. Ik heb twee sleutels. Kijk. Ah. Een sleutel. Hey. Yo, boys. Yo. Yo, ik had mijn benen gebroken, man. Ik sprong per ongeluk naar beneden. Ah, je was ook ineens weg. Kunnen we daar even naar... Ik was op slag dood, bro. Wat denk je? Dat ik nog kan praten met een gebroken nek? Ah, weet ik niet. Ik heb gekkere dingen gezien. Ik heb twee sleutels in de kast gelegd. Dus als je het uit de kast haalt, dan is het geen key, maar een key. Want hey, ik wil deze even hier storen, man. Hoezo kan dat niet? Omdat hij te groot is. Daar heb ik ook wel eens last van. Net zoals CZ. Sorry? Ja. Dat betekent dat mijn lul fucking groot is, Kaak. Oké. Goed. Oké, we landen... Een zaadwerk, trouwens. Ja, daar... Let's go! Ze staat bij de W's in het chat, let's go! Oké, we zijn er, boys. We zijn er, dus je kan dat ding verkopen nu, als je wil. Wil jij verkopen, Enzo? Ja, tuurlijk, man. Ik verkoop wel, geen probleem. Maar wie moet verkopen? Hier beneden? Ja, oké, leg hem daar neer en dan druk je één keer op de bel, niet 8 keer. Ja, leg hem daarin en dan druk je op de bel. 1 keer. Het is zo clear. Niemand komt. Nee, druk nog maar 5 keer. Niemand komt! Ah! Oeh. Ja. Oh. Jawel, jawel. Nou, ja. We hebben 54. We moeten even slim uitgeven dit keer. Kom, we gaan ons de beurt bellen, ja? Ja, is goed. Keeps the company happy. Nu jij. Nu jij. Nu jij weer. Oké, nu jij. Nu jij weer. Ah, nu jij! Nu jij weer. Ah, nu jij! Nu jij weer. Ah, nee! Nu jij! Nu jij! Woe! Nu jij! Nu jij! 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 Ja. Nou, lekker dan. Dat was heerlijk. Ik roep stiekem 3 keer achter elkaar. Wat een hond. Dat was goed. Het is een heerlijk leuke game dat. Een soort Russisch roulette, maar dan anders. Ja, echt. Russisch ballet. Te mooi. Ringroulette. Wanneer komt Milan terug trouwens? Niet minder, hij is voor altijd weg. Hallo, ik ben weer terug. Op aarde. Hey, Knol. Hi. Ik kom van planeet... Waarom zit Enzo op de computer? Weet ik niet, ik denk ja, dat hij... Ja, dat vraag ik me ook af. Enzo, jij weet niet hoe dit werkt. Nou, geloof mij, die computer, daar komt dadelijk ineens magische knolpower logo op. Geloof mij nog maar. Enzo? Enzo? Wat is dit voor een computer? Ja, laat mij maar. Dat is ongelofelijk. We kunnen één... Pikachu in. We kunnen één walkie-talkie kopen, maar omdat ik net ben doodgegaan met een flashlight in mijn hand, moeten we eigenlijk weer een nieuwe flashlight hebben.
Doe maar flashlight. Wie zijn schuld is dat? Tja, wie zijn schuld is dat? Moeten we hier landen of niet? Maar ik zeg, maar we hebben geen geld voor walkie-talkies. Nee. Ja, dus. We gaan landen. Nee. Okay. Niet landen, we moeten... Want dan komen we weer terug. Dan zijn we weer op dezelfde plek. Ja. Waar moeten we heen dan? We moeten naar een andere planeet. Laat mij dat dan maar gewoon doen, Enzo. Laat mij dan maar gewoon de route bepalen. Want nu... Op de computer. Nee, want die heb ik dus ook nodig voor de route. Oh, het is... Oké, ga jij maar dan. Ja, dus we moeten... Kijk, nu start ik het schip, dus we gaan. Ja, nu gaan we... Op de computer. Nee, je moet dan van de computer af. Ja, en waar moet ik heen? Moons en dan? Nee, we kunnen nog niks doen, want we gaan nu nog omhoog. Orbiting, ja, we zijn nu aan het orbitten. Dus we zijn nu in de ruimte. Dus nu ga je naar Moons. Ja, en dan? En dan typ je dat woord, dat tweede. Het tweede of het derde woord typ je dan in. Wat, Dine? Rent? Ja, ja, eentje die gratis is. Er staat erbij of het gratis is of niet. Oh, wacht. Moons en dan Vau. Is die gratis? Ja. Top. Heel goed. Zie je, ik weet wel hoe het werkt. Ja, en dan moet hij nu geland worden. Dus nu mag je op de hendel klikken. Ja. Top, dan zijn we nu op die maan. Nou, daar gaan we. Gaat hij weer hoor. Of niet? Oh. Nee, ik wacht. Oh, het regent, bro. Beetje kut. Het heeft een paraplu. Ah, nee, ik blijf wel binnen. Hoezo blijf jij binnen? Ja, ik hou niet van de regen. Hey, heb je een zaklamp voor mij of niet? Heeft niemand een zaklamp? Nee. Okay. Oh, alleen Kaak heeft een zaklamp. Oh, jij blijft hier, wat toch? Wat was dat? We landen of zo. Oh. Oh, wat? Is iemand aan het schieten? Oh, het is onweer. Onweer. Oh. Holy shit. Ja, zal ik hem maar meenemen? Of wil jij hem meenemen en zo? Ja, nee, geef mij maar. Ja, goed idee. Kies mij. Ik ga hem eerst opladen, man. Waarom hebben we dat niet gedaan? Kies mij. Kies mij. Pak het hoogste punt. Bestelling. Oh, ja, dat is de flashlight. Dat is een flashlight. Ja, kom maar mee, boys. Het is hier. Zo! Zo! Was dat Kaak? Volgens mij kreeg Kaak een bliksem. Ja, volgens mij kreeg Kaak die bliksem vol op zijn gezicht. Is Kaak getroffen door de bliksem? Ja! Echt? Ja, man, ik zag hem zo in één keer verdwijnen. What? Oh shit. Oh, onze bestelling vliegt weg. Nee! Onze flashlight is nu weer teruggevloogd. Ja, en nu hebben we gewoon niks. Nope. Door je Kaak. Nou, moeten we weer terug. Oh my god, waar is de deur? Deze kant. Ja, nu moeten we weer weg. Yep. Ja. Ja, verdomme man. Maar wat is het voor planeet als hij ons kapot maakt met de bliksem? Jij hebt deze planeet ingetypt. Ik bedoel, ik wil niet raar doen. Maar, ja. Sorry Kaak. Oh, okay, waar gaan we heen? Ja, we kunnen weer terug. En komen jullie normaal verder dan dit, of? Ja, veel verder, bro. Veel verder. Maar laten we serieus spelen dan. Wie zeg jij met je... Nou ja, goed. Oké. Bro, ik ben geneukt door moeder natuur, bro. Ik ben gewoon zwanger gemaakt door moeder natuur, bro. Bro, jij kreeg een bliksem op je arie, of niet? Bro, echt grof ook. Ik hoor één tering klap, mijn hele beeld was zwart en ik ben gewoon dood. Ja, maar ik had het er zo goed op. Ik zag jou in één keer verdwijnen in het licht. Dat was echt grof. Te mooi. Oké, okay, nieuwe planeet, boys. Ja. Die pakken beneden, want de stress wordt me wel een beetje veel. Ja, ging maar vast. Oké, ik ga meteen wel, ja. Je hebt dat ding echt al 6 keer opgeladen in 1 minuut zonder te gebruiken. Oké, dit is de homebase. Oké, we hebben de ingang nodig, boys. Ja. Kom mee, Kaak. Bro, kom mee. Boys, met z'n allen. Hallo? Ja, Kaak die staat daar stil. Ik weet niet, die is ineens een dagdromer, denk ik. Gaan wij of niet? Wat is dat voor ding? Wat? Dat is lekker. Dit is een mega pompoen, bro. Ja, dat is een pompoen, ja. Hè? Huh? Wat? Ga er eens op springen, Ja, dat is het idee.
Doe maar. Hallo? Gewoon een bonbon? Ja, voor mij is het gewoon een bonbon. Oké. Okay. We hebben de ingang nodig, toch? Ja, klopt. Ik zie hem nog niet. Ik denk dat de andere kant op is, boys. Oh, hier staat nog een pompoen. Dit is een soort pompoenplaneet. En dat deze kant op is. Hallo? Hey, ben ik weer. Yo, boys. Ik denk die kant op. Hier is het. Hier is het, denk ik, boys. Ja, denk ik ook. Ka, kom je! Ja, hier is de ingang, boys. Ja, nice. Oh, dit is hetzelfde als net weer een beetje. Ja, dat lijkt op. Ik denk dat we hier via omhoog kunnen. Zoiets. Door G. Maar ik denk niet dat we hier langs moeten. Want hoe komen we dan weer terug? Ja, dat zien we dan wel weer, toch? Eerst één. Au. Oh, ik ben alweer heel laag. Oh, daar komt Kaak aan. Kaak! Yo, Kaak! Yo, Kaak, je kan hier niet door bliksem geraakt worden, man. Fijn. Oké, boys, laten we even dit serieus aanpakken. Maar ik wil dat ieder van jullie met twee items weer naar buiten komt, anders niet. Ja, maar laat mij maar voorop, want ik heb nog maar één. Ik ben echt mijn been al gebroken. Ik heb nog maar echt één is goed, HP. Let's go. Oké, meteen items zoeken. Meteen gaan. Let's go. Iedereen weet wat hij moet doen. Ja. Ja, iedereen items. Ik hoor Enzo. Wat gebeurt er? Eén deur open zo. En er staat gewoon een sentry gun vol te sprayen. Ja, dan moet je heel snel rennen er langs. Doe jij dan? Oh, die staat wel heel kut. Ja, nee, laat maar dan. Oh, shit. Je hebt gelijk, die kan, daar kunnen we niet in. Dat is toch niet normaal, bro? Ja, daar kunnen we niet in. Was ik bijna alweer dood. Wacht, zullen we deze kant op gaan? Ja, je hebt het licht, dus doe maar. Oké, kom maar mee, bro. Ja, dit loopt dood, nice. Dus zullen we hier weggaan? Maar kunnen we hier ook naar beneden ergens of niet? Nee, dat gaan we dood. Ja, klopt. Oh, yo, boys. Staat er een sentry gun? Maar. Tering, kut, Kaak. Hey, jongens. Zo! Boys. What the fuck? Waarom had niemand dat gezegd? Ja, dat... Ik zeg het net. Dat zei Jasper, toch? Hey, jongens. Hey, jij staat daar. Jasper staat daar gewoon. Ja. Ja. Hey, hi. Hey. Ja, dat ding doet niks. Ja, nee. Nee. Oké, nou dan gaan we hierin. Oh. Ik zie niks. Nee, dat maakt het wel leuk, hè. Oh! Hier staat er ook één. Laat maar zitten dan. Zo, ik ben ready. Ah! Ja, oké. <okay. laughs> Boys! Hallo? Yo, oh hier. Zijn er weer. Waarom staan er zoveel sentry guns? Ren er gewoon langs, hier, kijk. Ik heb een Rubik's Cube. Rennen! Aan de Rubik's Cube, what? Hey, vet bro. En zo, het is veilig. Kijk maar, ik heb hem uitgezet. Zie? Okay, thanks. En nu? Toch niet. Nee, je moet gewoon snel zijn. Oh, die deur is locked. Dus als we een sleutel hebben, kunnen we erin. Oké, gaan we dan naar boven, ja? Ja, ik volg de rest, bro. Ik weet het ook niet. Ik heb ook iets. Nice. Goed bezig. Hoi. Puzzel met 1000 stukjes, volgens mij. Dit is ook locked. Ja, dan moeten we echt een sleutel vinden, man. Deze is ook locked. Niet vergeten te scannen. Oh ja, blijf scannen, boys. Ik ben 1 HP. Ja, same. Hier naar beneden, denk ik. Hier naar beneden, bro, denk ik. Hier zijn we nog niet geweest. Jawel, daar ben ik al geweest, loop dood. Allebei de kanten? Ja. Wat okay. Kut. Waar is hier een sentry? Hier heb je ook niks. Huh? Hoe kan dit? Ja, dit is echt een leeg level dan. We moeten weer naar beneden dan, denk ik. Nee, daar waren we al. Hey, ik heb een hairbrush! Oh. Kijk, ik heb een haarborstel! Borstel mijn haar even dan. Oh, mooi. Ja, dat gaat goed. Voelt lekker, bro. Voelt echt lekker. Mm. Oh, oké. Okay. Oh ja, borstel mijn schaam maar. Lekker.
Goed. Hey, maar je bent dus nog niet geweest, hè? Dat is goed nieuws. Oké, loop dood. En nu? Ja. Kut, ik zag iets voor ons. Wat? Je zag iets op de beest. Maar gaat die sentry niet op dat beest schieten voor ons? Weet ik niet. Weet ik ook niet. Lok dat beestje hier, hè? Koetje, koetje, koet. Kom maar, lok dat beest, lok dat beest. Kom maar, kom maar, kom maar. Ja, lok dat beest en laat die sentry gun op hem schieten. Ja, ik ben bezig. Misschien moet je... Weet ik veel. Ik denk dat je moet borstelen met deze airbrush, man. Oh fuck. Wat hoor ik? Is dat wel geluid? Ik denk dat iemand een scheet liet. Oh, ik zag nog. Ik zie hem redden daar. Komt-ie, 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 komt-ie! Dus hier! Oh, kijk uit, kijk uit! Oh! Oh, wat! Jasper! Hij is dood. Nee, hij is niet dood. Hij heeft een ding op zijn hoofd. Jasper! Nee, Jasper! Ah, hij ligt hier. Jasper is dood. Enzo is ook dood. Nee! Door die sentry. Kut, neem hem mee, neem hem mee, neem hem mee. We moeten nu eruit dan. Waar is de uitgang? Bro, waar is de uitgang? Kaak! Wat ben je aan het doen? Ja, ik probeer Enzo te pakken, toch? Heb je twee linkerhanden of zo, bro? Hij ligt toch gewoon voor je? Ja, maar die sentry gun, bro. En ik kan alleen maar die deur dicht doen. Ja, tyfus bro, dit wordt hem niet, man. Waar is de, okay, waar is de uitgang? Waar is de uitgang, please? Weet ik, kan ik Jasper dat pakken? Ook niet. Ik weet niet waar de uitgang is, bro. Dan ga jij maar daarheen, hoor. Ik niet. Ja, weet ik niet. Ik, beneden? Beneden? Nou, hier niet. Nee, kut, niet beneden. We moeten deze kant langs, man. Oh, ik kon hem pakken, ik kon hem pakken. Wacht. Kijk. Ja, die pakken, ja. En... Hier, ik heb hem. Pak jij die maar. Je hebt niks in je handen. Ik heb... Hij ligt hier, toch? Oh, nou, ik heb een lichaam in mijn handen. Kun je dat lichaam pakken? Dat lichaam, ja. Waar je overheen loopt. Kun je die pakken? Ik zie geen lichaam, hoor. Hé? Oké, nou, whatever dan. We moeten hierheen. We moeten weer terug. Oh, kut. Dat zijn twee van die monsters, man. Shit. Van hem? Moeten we hierheen? Nee, die monsters die ook naar links. Ik hoor ze, ik hoor ze, ik hoor ze. Oh, weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Uh-oh. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ook sentry. Waar ben jij? Waar ben jij? Kaak! Oké. Hier. Wil je dit hebben? Hier, mag je hebben. Mag je hebben. Hier, neem maar. Wat gebeurt hier? Kom bij mij, kom bij mij, kom bij mij. Waar ben je dan? Hier. Oeh, what the fuck. We moeten ik hier... Sprinten eruit. Ja, ik zie het, ja. Go, 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 go! Oh. Oké. Okay. Oké, okay, we hebben het gered. Oh my god. Oké, okay, kom, we gaan. Ah! Ah! Omhoog, omhoog, omhoog! Omhoog, omhoog, omhoog! Ah! Oh. Huh, er leeft hier dinosaurus, hè? Hallo, hemel. Huh? Hallo. Yep. Hij bleef op die trap met zijn bek. Ik zei omhoog, omhoog. Hij ging niet omhoog. Wat gaat hij doen? Ja, hoe ga je hier ooit wegkomen, bro? Oh. Oh jee. Hij moet terug nu. Wat? Huh? Maar wat doet hij? Weet ik niet. Oké. Okay. Hij ziet onze lichaam ook niet. Wat
dus een zaklamp leeg zijn. Ik denk het wel, ja. Wil je het rechte muisknop ingedrukt houden? Dan geef je hem zeg maar zo'n notificatie. Dat kan niet meer, doe het niet. Ah. Gaat hoe dan ook klutsje. Gaat hoe dan ook klutsje, zegt hij. Weet hij waar hij heen moet? Wat is hij aan het doen? Is hij... Hij rent terug naar het schip. Kijk. Hij klutst hem. Oh my god. Dat beest, though. Oh. Hij loopt vast. Oh jee. Oh. Oh. What the fuck gebeurt er? Ik zie niks. Hij is dood. Oh, het schip gaat weg. Voor de beest. Fuck! Oh mijn god, zo so close! Ah, jammer man. Moeten we nu weer opnieuw? Ja, dat is een beetje ons verhaal. Onze storyline is elke keer dit. Waarom kunnen jullie dit niet dan? Waarom kunnen wij dit niet? Blijkbaar moest ik stilstaan bij die heeft, niet rennen. Maar... Ik dacht dat ik met mensen speelde die wisten hoe het boost. Ja, totdat jij de leiding had. Ja, maar dan wil ik de leiding niet meer hoor. Doe die tyfus ding uit, man. Waarom doe je dan nu achter de computer meteen gaan als je de leiding niet wil? Ja, dat is wel een goeie. Ja. Doe dat. Ben je nou weer ingedrukt? Ik ga naar een nieuwe seat. Oké. Land maar. Daar gaan we, boys. Welkom. Seat. De seat van aggressivity. Welcome to this new open world. This world is planted in 1999. Hoeveel geld hebben we eigenlijk? Ja, niks. Vier hebben we. Het verhaal gaat rond dat hier in dit prachtige bos ooit iemand leefde in zijn eentje voor 300 jaar. Bro. En toen bij 300 jaar 1 kwam er een meisje. En toen die eenmaal 18 plus was, werd ze zwanger. En toen uiteindelijk was er een grote spin en die at alle mensen op. En nu is het verlaten. Sick. Hebben we zin in? Yep. Let's go! Waar gaan we heen? Weet ik niet zo goed. Ik veel. Kijk deze kant op. Oké. Okay. Ik ken deze planeet niet. Nee, dat is nieuw. Ik heb wel een sleutel meegenomen, want als we weer een locked deur tegenkomen, dan ben ik paraat. Fijn. Zijn we met z'n vieren? Kaak! Kom! Oké, dat was een yo, sorry man, ik ben... Al goed. Kaak, haal die hand uit je broek man, staat niet. Ik hoor bijen? Oh, shit. Ja, hier is dus een bijennest. Oké. Okay. Wil je niet bij zijn? Mag Don de Jong was een grap terug, bro. Ja, je hebt gelijk ook. Domme grap. Yo, ik scan alles helemaal de moeder, maar ik zie niks. Oh, ik hoor hem. Oh. Oké, okay, ja. Hier is het. Oeh. Wie gaat als eerste de brug over? Weer al die pompoenen. Ja. Dat krijg ik wel. Oeh, het kraakt wel. Deze brug is niet heel veilig. Ja, waar moet ik me eens blazen, bro? Oeh, hij gammelt wel, ja. Met z'n allen kijken of we hier kunnen springen. Oh, kan dat? Godverdomme, bro. Wat voor kut idee was dit, bro? Godverdomme. Wat voor fucking idee was dit? Hoe is het mogelijk? Hoe kan dit? Kijk, hier kunnen we ook in. Nee, wat kut dit. Je verwacht het niet. Kunnen we even terug... Wacht. Waarom zegt Enzo... Kunnen we dit serieus doen, boys? Oh, zullen we met z'n vieren springen op een brug? Hoe ga jij zo snel van... Kunnen we even serieus doen, boys, naar... Kom, we gaan met z'n vieren springen op een brug. Deze brug springen. Hij gaat gewoon weer weg. Hij gaat gewoon weer weg, ja. Nou goed. Oh. Hey, this is locked. Mila, jij hebt de sleutel. Kom hier. Ja, kom maar aan. Waar? Sorry boys, ik ga vanaf nu serieus spelen man. Doe een gaatje. Hij is open. Chat ook. Enzo, laten we even serieus doen. 5 seconden later. Ja, daarom. Ja, ik heb iets gevonden boys. Ja. Wat same. Heb... Een lege kast. Nee, is niet leeg. Kijk, ligt een hairbrush. Ik ga lekker drankie. Ik hoor een monster. Spin, monster!
Nope. Oh shit. Oh, we zijn echt de lul. Nee, hier naar boven, hier naar boven. Boys, kom, hier naar boven. Oh, deze is heel eng. Ik kom mee, ik kom mee. Ik zie alleen blijf zo scannen, bijna. Blijf scannen, hè, boys. Blijf scannen. Ik ben nu serieus, hè. Hij zit achter ons! Redden! Dit loopt dood. Je ziet die ogen daar zo naar staan. Hij staat er in die ogen. Kijk, je ogen in die ogen. Nee, ik hier in. Let's spring naar beneden. Ren, ren, ren! Ah, doe die deur dicht! Niet deze kant! Ah, het is een spin! Andere kant op! Deze kant! Die is locked! Ah, oh, shit. Shit, de open, die is ook locked! Oh, dit is locked. Dit loopt dood! Ah! Ren, 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 ren! Waar moeten we? Weet ik niet, weet ik niet. Waar is ik denk dat we Jasper zijn verloren. Oké, we moeten weg. Oh, maar Enzo is ook alweer dood. Waar is Enzo? Is hij ook dood? Ja, die is ook dood, bro. Hoe dan? Ja, weet ik wel, omdat hij overal naar binnen rent. En nu? Volgens naar beneden. Ja, hier is de uitgang. Nee, hier is... Oh ja, hier is de uitgang, oké. Bro. Bro. Ik kan even die sleutel halen, want ik zag nog twee locked doors. Locked doors. Twee locked doors? Maar er zaten daar meer fucking dieren dan in de Arctis, bro. Ja. Rustig. Haarbrush. Rustig aan. Oké, dus wat zeg jij? Niet de locked de dingen halen? Oh, we moeten terug. Zij zijn ook de hele tijd die tijd aan het opspeeden, bro. Teringlijn, stop daar eens mee. Ja, dat klopt. Nou. Waar is het schip ook alweer? Ik ben het alweer kwijt. Eén in de chat, jullie tering lekker gaan op deze stream, bro. Ik ga wel weer lekker, hoor. Waar is de fucking schip? Oh, daar. De hele chat gaat tering lekker op deze shit. Kaak! Hoi. We kunnen. Ongelooflijk. Hoe gaat dit elke keer zo fout, bro? Maar we waren allemaal 1 HP door die bruggrap, bro. Ja, klopt. We hadden allemaal maar 1 hit ook. Ah. 34 punten van de 483. Er ligt zoveel meer dat we niet zien. Als je niks bereikt... Yo, boys. Sorry, man. Yo. Sorry, man. Oh. Ik doe wel even een andere goede seat, ja. Ik dacht echt dat die ging zeggen, ik ga nu serieus spelen. Nou, daar gaan we. Ik denk dat we geen tijd meer hebben. Rhymes, daar gaan we. Hij komt hier optreden. Daar gaan we, jongen. Zak maar door. Doe die snel store! Doe die arme store! Ze hadden die haarbrush, had hij in de kist moeten leggen. Nu zijn we hem als goed kwijt. Of ligt hij er nog in het schip? Dat zijn gewoon punten namelijk. Yo, boys. Oké. Okay. Heb jij die haarbrush hier nog, Kaak? Nope. Die had je dus moeten storen. Ja, bro. Dat vertelt niemand mij, toch? Wel, ik. Jongen, ben je nou voor balhaar? Oké, kom. Oké, kom. We gaan allemaal in de kring staan. Doe ik het licht uit. En dan moeten we raden wie spik wie is. Ja? Kom, we gaan. Oké, voel. Wie zijn pik is dit? Ja, dit is die van mij. Ja, dat klopt. Als je nou geur voelt, ben ik het. Waar is dat licht? Oh, daar. Als je geur voelt, ja? Nee, augurk, zei ik, bro. Maar goed. Trouwens, even een tip. Die grote beesten die we net zagen met die ogen... Ja. Bro, dit is hier iets anders wat mij zeer doet. Ik ga hem dood. Zo komt hij binnen! The fuck, bro? Ik ben 1 HP, bro. Nu al, bro. Oh. Ja, ik ook. Ja, maar jij liet er zelf heen, want kijk, daar ligt dat ding. Oh, ik deed niks, hè? Nee, Jasper. Ik zeg Jasper. En waar is Enzo? Oh mijn god. Kom, we gaan. Is Enzo dood al? Ik weet niet. Enzo is verdwenen, bro. Hoe is Enzo nu al dood?
Nee toch? Hij is toch verdwenen? Hij is toch niet dood? Nou... Nee, kijk op de map! Er staat daar gewoon, dat groene. Oh nee. Is dat zo? Hè? Het beweegt niet. Nee, blauw is mens. Hè? Ja, dan is hij dood. What the fuck? Hoe de fuck, bro? Echt speed. Speedrun doodgaan gewoon. Hoe dan? Maar in ieder geval, die ene bij de ladder, daar moeten we dus... die komt op geluid af. Dus dan moet je niet praten en dan moet je dus op je knieën lopen. Dus dan moeten we zo heel stil zijn en ook niet gaan praten. Ja, dat weet ik. Maar oh. de tijd werd de hele tijd vooruit gespoeld. Dus ik moest van rennen, anders ging ik het niet redden. Nee, maar toen we met z'n vieren boven stonden, bedoel ik. Enzo is missing. Oké. Okay. Kijk, daar heb je hem. Yo, wat was je aan het doen, Enzo? Ik had serieus een koffiemok en een plaat gepakt al. Wat doen jullie nou, man? Oh, jij was al daar! Bro, ik was al in de ingang. Ik had al een koffiemok en een plaat. Oh my god, bro. Wij dachten dat je al dood was. Ik dacht dat je dood was, bro. Nee, ik had een koffiemok. Maar wij... koffiemok. Gozer, ja. Zeg dan dat je ook wat gaat doen. Ja, oké, boys. Ik ga op de computer. Ja? Ik ga nu een sheet in doen. Ja? En dan ga ik confirm doen. We gaan nu naar de sheet. Nu laat ik hem landen. Kijk. Bok, kun jij even een alert? Maar wij gingen meteen... We gaan nu landen. Wij werden aangevallen. Deur open. Niet zeiken. Gaan. Oké. Ik voel de vibe van Enzo wel vandaag. Kom, boys. Ben er. Oké. Ik wil mijn koffie nog terug. Ja, ik denk niet... Ligt hij op dit eiland? Weather alert, you have landed in an eclipse. Oh shit, bij je. Gaat goed, jongens, ik heb nu alweer bij je in mijn anus. Kom mee. Ik ben alweer helemaal dood. Was de knolpauw mok of niet? Kom op. Waar zijn ze? Oh, daar. Heb jij een zaklamp? Hey, boys. Hebben jullie een zaklamp? Nee, die had ik kunnen kopen als jullie me niet terug hadden gehaald. Ik had een mok. Hier, okay. Plastic vis. Vet. Ik heb een plastic vis. Nou, nu jullie. Ja. Hier. Boom. Ik heb nog een item. Leg die buiten neer dan, alvast. Oh ja, ga ik doen. Ik ga hem buiten neerleggen. Ik heb al twee items. Ik heb ook een item. Een pan. Wacht hier nog iets? Nee. Kunnen we hier naar beneden? Oh, hier zit misschien iets in. Nee, hier ligt niks in. Daar beneden zit iets heel naar, bro. Nee, hier ligt niks. Hé, man. Daar beneden zit iets heel naar. Nee, hier ligt verder niks. Jongens, beneden zit een heel naar monster. Oké. Hier ook bij mij, denk ik. Nou, hier moet... Moeten we nu al teruggaan met onze vangsten? Ja, dat denk ik ook, man. Misschien moeten we even slim spelen. Boys, kom. Ja, denk ik ook. Anders gaat één iemand. Anders gaat even één iemand terug, sowieso. Want we hebben heel weinig spullen. Maar dan... Want ik wil best nog wel even exploren. Oké, ik breng dit wel terug. Ja, ik ga met jou mee, Don. Hoe gaan we eigenlijk vertellen dat we als we er nog zijn dan? Hallo, boys! Yeah. Fuck, man, ik wacht gewoon op mijn benen, man. Boys! Jongens! What? Hoe gaan we dan vertellen als iets gebeurt? Ja, wij komen zo weer terug, man. Doe eens rustig. Oké. <Okay. laughs> Doe eens rustig. Naar plan. Doe eens rustig. Ja, what the fuck? Oké. Okay. Ja, wij moeten het maar doen dan, bro. Ja, waar gaan we heen? Ja, ga maar kant op. Hier waren we al, toch? Ja, hier waren we al. Ja, maar nog niet naar beneden. Waar is het naar beneden dan? Waar heb je het over? Ja, hier is het beneden. Dan zei dat hier een eng beest was. Ik zie wel spinnenweb. Ja, maar ik was hier net en er was niks. Nee, ik zie hier ook niet zoveel boeiends. Dit loopt gewoon dood. Ik scan ook de moeder en er is helemaal niks. Nee. Ja. Oké, okay. Hier was spinnenweb, maar is er ook een spin? Nou, vast wel, maar niet nu hier, dus ik ga. Oh, hier is een deur, die is open. Nice. Ik hoor weer iets. Oh, dat is weer dat monster, dat hydrogeren.
Zo'n blokje, ja? Ja, die moeten we omheen. Ja, ik heb echt 1 HP, dus de deur wil niet in. Oh shit, 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 spin. Ja, spin. Ja. Ik ren. Oh shit, shit, shit. Ik zit vast. Ik zit. Au. Hey, Milan, welkom in de hemel. Mij is Milan dood. Hey, Enzo. Huh, ben jij dood? Ik werd opgegeten door een dinosaurus. Ik denk dat Milan dood is. Ik ben Milan alleen. Oké, duidelijk. Anders komen ze je halen. Ik ging gewoon een burger. Moet ik nou terug of niet? Ja, Don, die ging stilstaan. Die wist hoe het werkte. Wist ik niet. Oh, ja, je moet stil. Ja, dat had ik ook gezegd. Je moet stilstaan. Hey Jasper, welkom in de hemel. Hey Jasper! Hey Don, die moet weggaan man, wat doet die? Ja, dat weet hij niet. Hij weet niet dat we allemaal... Nee, dat is... Ship leaving in 1 hour, dat heb ik gedaan. Ja, je hebt gelijk, hij ziet dat niet. Kut, hij ziet dat niet. Hij ziet het niet, hij moet daar binnen. Oh mijn god, wat doet hij? Wat doet hij? Hij gaat eromheen, gaat weer terug. Oh, dat doet hij niet. Hij ging schreeuwen om te lokken. Hij ging schreeuwen die dinosaurus kwam. Oh, dat was te mooi, jongen. Dat was echt te mooi. Oh mijn god. Hier, 109 van de 262. Hey, Dol, goed gedaan, ja, goed. Man. Lekker, bro. Boys, lekker, man. Lekker, bro. Lekker, boys. Ja, thanks, man, boys. Goed. Kom, we gaan meteen naar een nieuwe. Ja, man. Nee, eerst verkopen, toch? Dan kunnen we misschien wel wat kopen. Ja, eerst verkopen. Enzo, wacht. Doe even... Ja, doe jij maar. Maar dat is heel makkelijk. Je gaat naar Moons. Hey, bro, je hebt goed gedaan met die dinosaurus. Oh. Ik was te laat met jou aan het luisteren, man. All good, bro. Weet je, daar leren we weer van. Jij zei stilstaan en ik bleef maar rennen. hij reageert ook op je microfoon, hè. Jij begon vol te schreeuwen. Bro, op mijn POV hier dan dit clipje is zo goed. Was? Ik zo... Ah, dinosaurus! En daardoor fuckte ik hem helemaal op. Ah, dinosaurus! Ren! Bo, en Milan, ik zweer, hij rent dat schip in en ik zit op mijn hurkje, zit ik daarna te kijken. Dat beest, dat lanceert zichzelf het schip in en verkrapt en zo gewoon. Dat is echt zo. Weet je wel, die dino in het schip komt, bro. Bro, zo'n goed clipje, bro. Hij duikt zo dat schip in, die dino. Dat was echt goed. Hij kwam helemaal tot hier, hè, waar ik nu sta. Hij wist ook niet dat hij kon. Op een gegeven moment hing hij zo met zijn hoofd door het plafond hier. Ja, ik was vergeten om die deur dicht te doen. Dat was echt goed. Ik denk dat het veilig, joh. Ik ga je dit klikpje zo sturen, het is te erg. Oké, verkoop die meuk. Nee, boys. Stop. Dit is alsof je deurtje belt bij je buurman. Dat is gewoon te leuk. Maar nu komt hij hem niet halen, man. Oh, jawel. Jawel. Ja. Hebben we nu het geld er al bij? Ja. Boys. Oké, mooi. Boy, zo teleurgesteld, man. Ja, gewoon teleurgesteld. Nou, Milan die gaat weer even 18 plus opzoeken. Oké. Hij zit gewoon de hele tijd de panorama te bekijken, of hier dat ding? Dat is dunne polsjes. Ik heb 4 flashlights gekocht. Dat is, we hebben nog 50 credits over. We kunnen daarvan een shovel kopen, eventueel. Maar ik zie ook dat een lockpicker... voor 80% is afgeprijsd. Dus we kunnen die halen. Doe die! Waarom zijn walkie-talkies, though? Walkie-talkie is... 12. En daar kunnen we er... 4 van halen. 4! Perfect! Oh ja, perfect. Oh shit, daar is die bestelling. Oh, daar is de bestelling. Oké, let's go. Zegt Amazon Prime, hou dit. Maar dan komt hierna nog een bestelling. Er komt hierna nog een bestelling, boys. Oké, en goede bestellingen, Klaas, boys. Wacht, waar ligt het? Oh, hier beneden. Oké. Top. Er komt nog een bestelling. Ja, er komt nog een bestelling. Er komt nog een bestelling met walkie-talkies. Dus dan gaat deze weg en dan komt weer een nieuwe. Nee, goed gedaan, boys. Serieus. Iets voor jong haai of zo. Trek, gast. Hatsa! Dat is kung fu, dat is denk ik niet voor jong haai. Ja, wat zeg jij voor jong haai en dan ga je doen een kick? Doe je een kick. Oh, ik dacht dat je het over karate had. Op eens op! Oh, zo! Nou, bro. Ik heb geen wenkbrauw meer, bro. Oké, Enzo, hey, met, ik zal je even uitleggen hoe dat werkt met walkie-talkie. Je kan hem aan en uit doen. Kom hier, Enzo, nu! Enzo!
Oké. Okay. Sorry bro, zeg maar. Welke talkie kan je aan en uit doen? Ja? Ja. Met Q doe je hem aan. Yo. Met linker muisstop als je hem ingedrukt, dan stuur je geluid, hallo. Yo, vieze natnek. Ja, heel goed. Hoor je mij? Ja, tuurlijk hoor ik jou met je dikke vette nek. Je kan dus de walkie-talkie ook op hebben qua batterij. Ik heb een vinger in mijn kont over. Je kan... Ik heb twee vingers in mijn kont over. Even stoppen, over. Hey, what the fuck is dit voor channel, man? Dit is verkeerde. Oké, kunnen we gaan, alsjeblieft. Oké, okay, ik moet hem opladen, of niet? Ja. Besef, bro, we zijn allemaal 30, bro. Sick triest. Ja, we lachen om. Oh ja, het is zo dom. Oh. Maar om nog iets zo sick voor te dringen, Jasper? Ben je gepest op school of zo? Ja, wat? Zal ik een goede seat uitzoeken? Ja, doe maar. Jij hebt beste seat. Je hebt sowieso al het beste zaad van ons. Boys. Oh, wacht. Moet eerst naar de maan. De meeste monsters kunnen je niet raken als je op gele relingen staat of loopt. Kijk, daar gaan we. Okay. De meeste monsters zijn blind. Ja, wist ik helemaal niet. Goeie tip. Oh, dat is wel een goede tip. Was hem? Wat was de tip? De meeste monsters blind zijn, dus als je nou stil op je hurkjes gaat zitten, dan zie je niet. Ja. En, maar je moet dan ook niet praten. Of, dan, of ademen, of niet, gewoon stil zijn. En zo, okay. Sowieso een goede seat, hoor. Jullie weten hoor. Ja, daarom. Hey, waarom gaat mijn accu leeg? Oh, mijn lamp staat aan. Ik dacht toch, waarom loopt die leeg? Bro, ik was net Fortnite aan het doen met Roy. Zegt Roy, ja, ik krijg binnenkort zonnepanelen op mijn dak. Ik zeg, hoeveel? Zegt hij 72. Je mag het gewoon heel het dorp voorzien van stroom of zo. 72, bro. En dan speelt hij net aan Kiet, zei hij. Zie je? Bizar. Belachelijk. Wow, waar kwam dit vandaan eigenlijk? Dit verhaal of... Hoor mij over. Goed. Sean, stop je handen maar erin. Laten we even gaan zoeken naar de ingang. Pas op, bij je. Oh, ik hoor ze, ja. Hier is het niet de ingang. Nee. Ik weiger ook de walkie-talkie aan te zetten eigenlijk. Ik zet de walkie-talkie nog ook niet aan, nee joh. Ja. Oké, we zometeen de walkie-talkie aan, hè boys? Ik zeg, we splitsen op in teams van twee. Ja. Ik ga met Kaak, gaan jullie ook samen? Ja, dat is goed. Ja, dat is goed. Oké. Dan hebben we maar één walkie-talkie nodig, hè? Ja, daarom doen we dit ook, om de energie te besparen. Ja, maar dan kunnen we een walkie-talkie in dat ding liggen, want als iemand doodgaat, dan ben je niet de walkie-talkie meteen kwijt. Ah ja, dat is een goeie. Ik lever hem wel in. Maar dan, als de walkie-talkie gaat, hoort niet iedereen het, toch? Nee, als de walkie-talkie gaat, hoort één iemand het, maar dan is... Ja. Maar wij zitten toch bij elkaar, dus als jij je walkie-talkie nu levert, ja. Heb ik die en dan... Oké, is goed. Kaak, let's go. Ja man, let's go. Maar nee, we kunnen samen naar de ingang natuurlijk. Ja. Ja, ik weet alleen niet waar de ingang is, maar... Oh, wacht, ik wel. Ik denk hier. Kom maar, ik heb er altijd een neus voor. Je hebt er altijd een neus voor, zeg. Kijk uit, bij je neus links. Ik denk deze kant op, hoor. Zeg, zie je? Zij toch een zo, goeie neus. Hé, hier is de brug weer. Ja, maar goed ook. Oh, ja, ga jij mee eens. Oké, anders de beurt, man. Dan betekent dat die andere ingang daar beneden is, ja. Dit is echt het domste idee ooit. Oh shit. Oh. Ik zit vast, boys!
Ik zit vast. Schijn hem in zijn bek. Boys, ik zit vast. Oh, ik ben eruit. Ah, lekker. Oh mijn god, ik zat heel erg vast. Waar is de ingang? Ja, jij zei dat ik je neus voor had. Ja, hier is die ook, de ingang. Waar dan? Hier. Ah. Hier is die. Oh, lol, dat zag ik helemaal niet. Laten we daar binnen gaan. Ja, gaan jullie rechts, gaan wij links. Niet te rustig, man. Een hele nare beukel. Oké, jullie links, wij rechts. Jo. Is goed. Yo. Oh, ik moet even de walkie-talkie aan. Hey, hebben die lockpicker mee, of niet? Test, werkt de walkie-talkie? Ja, test. Over, ik hoor jou over. Oké, over, hij werkt. Wat hè? Nee, oh, legt hij buiten neer anders? Ja, maar hij is helemaal vol, hij vult alles. Ja, dan leg hem buiten neer. Hebben jullie die lockpicker? Over? Nee, lockpicker hadden we geen geld meer voor, over. Hadden we geen geld meer voor, over. Ja, hoezo zijn mijn handen vol? Omdat je een fucking schroef vast hebt, wat je hierbij doet. Leg ik die even buiten, ja? Ja, leg die even buiten. Wat nu? Nee, ik ben er weer. Dit was het hier. Dit was gewoon de linkerkant. Ja. Hoi. Wij hebben de andere kant ook al gedaan. Ja, wat? Moeten we echt naar beneden ofzo? Hoe kan dat nou? Je kan hier doorheen springen daar. Ja, hier kan je inderdaad erop. Trick jump even. Ja, wat denk je zelf? Ik ga het niet doen. Oké. Okay. Doen wij het wel, ja. Oh, dat kan dus wel. Ik hoor wel gegrom. Holy shit, dit is wel spannend hoor. Er gaat één van jullie dood, Werder. Let maar op. Wie is dit? Kaak. Oké, die Kaak, je redt het wel, kom maar. Oké, Mila, jij gaat nu dood, denk ik. Jongens, achter deze deur hier zo zit een monster. Oh, boys. Is het een monster? Boys, doe je zak lang weg. Hier zo achter deze deur, ik zag hem net, deze deur. Ja, maar ik kan er misschien omheen. Deze deur? Bedoel je deze deur die open staat? Ja, ik zag zijn ogen, ik zweer het. Geen deze niet, hè? Dag jongens. Split push. Waar is Milan? Achter jullie. Milan, waar ben jij over? Ik ben achter je. Hi. Boys, ik zie geen shit hier, boys. Ik monster. Serieus. Ja, blijf nog harder schreeuwen. Monster! Bro. Sst. Sorry, pas op je. Ah, hij is goed gedaan, Milo. Nee, dood, loop dood. Hey. Klootzak. Waarom doet hier iemand een zaklamp aan in plaats van alle vier? Terwijl ze zijn toch maar een met je lange nek, jongen! Ja, maar dat is gezonde van de energie. Er zijn allemaal zaklampen leeg, want ze kijken ook hetzelfde. Goed punt. Ja. Laat Milan gewoon schrijven. Jongens, dit loopt dood. Oh, hoe dan? Waarom loopt dit dan uit? Kom hier vandaan. Wat is dit voor kritzak, hoor? Hè? Hier kwamen we net vandaan, dat kan toch niet? Ik snap ook niet. Dat kan toch niet? En dan zijn we hier een keer kant op gelopen. Lieve Enzo en Miron, ik ben super trots en blij dat jullie een baby krijgen. Ja, ja. Ik kijk al van D1 naar jullie. Ging je net ook naar links? Oh mijn god! Zeker tot ouder toen jullie dat post in Insta had ik tranen in mijn ogen. En Milan wordt een top oom. Hij is niks. Is die weg? Bro, dus ik zweer het. Er zat echt een demon daar. Dat, ja, ik fluister, jongen. In die zwart praten, man. Zo, kom. Ik zie hier niks. Zus. Ik ben vroeger best op school of zo. Jongens. Shit, ik heb buikpijn. Niet een scheep. Bro, waarom is ik zo? Oh, bro, nerd shit, bro. Oh, shit, sorry, man. Jongens, kom naar mij toe. Ja, waarom zie ik niks? Ik zie niks. Het vark, bro. Dat is stoom. Oh, fuck, ik zie hem niet. Er is iets, bro. Uh-oh. Boy. Ik ga hier gewoon heen, hoor. Ik ben er helemaal klaar mee. Dit loopt dood. Batterij is bijna op. Echt kut. Ik heb iemand zijn zaklamp opgepakt. Ik denk dat hij van dood is. Oké. Boys, komen jullie nog of wat? Echt irritant. Zo traag allemaal. Oh, wacht even, mijn walkie-talkie. Don, hoor je mij over? Ik hoor je over. Waar is Jasper over?
Ik weet niet waar Jasper is, maar ik ben door de stoom heen gegaan naar boven toe. Ik zit met iemand de walkie-talkie over. Je praat met mij over. Kijk wat ik hier ga vinden. Oké, we moeten hier weg over. Waar ben je? Oh, shit. Ik ben boven hier zo. Oh, fire exit. Ik heb de nooduitgang gevonden, over. Milan, Don is dood. Hoe? Over. Oh. Hoe heb je dat gedaan? Ik heb niks gedaan, sukkel. Er is hier een monster. Kom naar mij toe. Kom mij helpen. Ik ben bang. Oké, ik loop door die stoom waar je net liep. Oh, even serieus. Ik kan niet bewegen, want er is hier een monster. Als ik beweeg, ga ik dood. Ja, wat wil je dat ik doe dan? Wat wil je dat ik doe, bro? Kutzooi. Wat moet ik doen? Daar is die nooduitgang, toch? Ja, bro, wil je dat ik terug ga naar de uitgang? Of wat wil je dat ik doe? Oh, maar ik doe maar dat ding. Moet ik stil zijn? Spullen. En zo ben je er nog, over. Enzo? Kut, ik denk dat hij dood is. Enzo! Kut, hij is dood. Dan moeten we gaan. Zag je dat hand? Zag je die hand? Weg! Oh my god. Jasper was dood. Kaak was dood. En ze is ook dood. Oké. Had ik het wel goed gegokt. Gebeurde er allemaal? Oh, besef, Enzo en ik zitten tegenover elkaar, zeg maar gewoon zo, toch? In een donker gangetje tegenover elkaar. En we zitten zo, oké, niet bewegen. En ik voel en ik gewoon een piemel in mijn kont, bro. En ik ben gewoon dood. Bro, nee, weet je wat het was? We zaten in het donker en in één keer, Don en ik zaten tegen elkaar aan. En toen viel er in één keer iets op de grond. Ik kijk zo, heb ik in één keer een flashlight van Jasper in mijn handen. Wij zaten tegen, naast elkaar, Don en ik. En we zaten zo te fluisteren, maar we hadden eigenlijk de slappe lach. En in één keer uit het niets, snap, Don weg. Oh, en ik heb gehuild van het lachen.
En toen pakte ik in één keer die walkie-talkie. En toen zei ik 5 keer tegen jou, kom helpen. En toen in één keer, snap, was ik weg. Het enige wat ik heb is dit. Vet. Vet. Dat stukje dat jij en Milan tegen elkaar aan het lullen waren, is zo goed. Kom mij helpen. Gaat niet. Ja. Ik was zo bang, bro. Oh, shit. Nee, maar we hebben gelukkig onze walkie-talkies hierin gedaan. Dus we kunnen, als we met zaklampen, kunnen we weer iets nieuws doen. Ja, dat is wel waar. Ja, dat was toch wel een slim idee, hè, van mij. Ja. Goed. Ik zei toch 2 tegen 2? 2 met 2? Ja, jij zei 2 met 2. En ik zei... Of, kaak. En ik zei, dan moeten we even de walkie-talkies apart leggen. Maar goed, maakt niet uit. Geld hebben. We doen het samen, team game. We hebben geen geld. Ik ga nu naar de company building. Dus ik ga hem even landen. Want we moeten even dat ding verkopen, zodat we een beetje extra hebben. Oké, dan pak even wat drinken, Brabber. Dat is deze. Dus deze kunnen we verkopen. Plastic fish. Laten we die walkie-talkies liggen? Oh ja, we zitten hier. We hebben niet meer, hè? We hebben alleen dit. Die guy met die ogen moeten we juist niet aankijken. Die, met niet... die witte ogen? Ja, als we hem niet aankijken, komt het goed. Oh. Oh. Ja, wist je dat heel veel mensen blind zijn? Diep slaan. Oh, komt hij niet? Oh. Oh, heb geduld, bro. Het duurt zo lang, bro. Oh my god, klootzak. Klootzak. Close, man. What the fuck? Hij wil hem niet. Relax, bro. Relax. Relax. Hij pakt hem vanzelf. Kijk, wacht. Gewoon wachten. Ja. Fuck. Ja. Nee, dat was goed. Hij heeft hem. Lekker. Dit is wel mijn laatste run, hoor, boys. Trouwens. Wie sloeg mij? Laten we deze even counten, man. Hoe ben ik 1 AP? 1 AP? Weet ik veel. Ja, maar iemand mapte mij. Nou, ik heb geen zin. Je werd geraakt, denk ik, net door, door dat ding. What the fuck? Waar zie je eigenlijk überhaupt je HP? Linksboven. Ik vind de kleur van het poppetje, zeg maar. Die van mij is nu rood. Oh. Waar gaan we heen, hey, computer? Experimentation. Alleen kan ik niet. Ik moet even wachten tot hij is geland. Oh nee. Waarom gebeurt dit? Dev Rijs. Hey, zak, zak. Oh nee, mijn spullen. Zak. Fuck je spullen, bro. Chat. Dankjewel trouwens, Gourvate Kouwer, voor de donatie van €13,37. Dat wordt gewaardeerd. Dankjewel, gast. Wat denk jij, Mila? Ja, nee, ik zat ook zoiets van, ik vind het wel mooi geweest. Maar goed, als Enzo nog eentje wil. Doe er nog eentje. Waiting for the crew, the best crew I ever had. Oké, come on, boys. Ja, we gaan weer. Hey, we zijn die walkie-talkies? We beginnen opnieuw. Oh my god. Maakt niet uit, ik bestel flashlights. Bestel flashlights. Wat is dit, bro? Zo. Dit is echt een probleem. Oh, ik heb net bestelling gedaan. Waarom ben je naar een moon gegaan, Enzo? Waar staat flooded? Als in overgevlad, gevloed. Overgestroomd, over de stroom. Dat. Wist ik veel wat dat betekende. Hoezo weet je niet wat flooded betekent? Dat weet ik ook niet trouwens, maar goed. Ik heb net een bestelling gedaan, dus die komt er zo aan. Maar ik weet niet waar. Ik zie hem al, de bestelling is er al. Oh, ik hoor hem. Oh, daar bovenop. Waar bovenop? Daar boven. Waar? We moeten wel snel zijn, hè? Anders is het weg. Ja. Oh, ja, man. Oh, daar is het. Je met die gloeiende ogen niet langer dan 4 tot 5 seconden aankijken, dan gaat hij weg. Waar ligt het? Ik heb alle zaklampen. Yep. Oké, kun je dat voor ons... Dat is één. Wie pakt hem? Niemand kan hem pakken. Oh, ja. Dus 2. Dus 3. Top. Hey, niks aan de hand toch zo, boys? Nee, dat is helemaal goed.
Oh, hey, hier moeten we heen. Jasper, ik wou hem even in mijn eerste balkje zetten. Kom hier, klootzak. Hoe hebben ze dit nou weer gedaan? Oké. Ja, maar ik kan niet zo snel zwemmen. Let's go! Let's go! Go, 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 go! Push, push! Oké, okay, we hebben ook niet heel lang, zie ik. Dus wel 10:30, man. De tijd gaat snel. Oké, okay, iedereen de kans, succes! Ja, dat is cool, bro. Even scannen. Nee, dat is een touw. Oh, hier ligt wel iets, ja. Ja, magnifying glass. Nice. Ik heb een sleutel. Ja, dat hoorde ik ook. Dat is alleen maar goed nieuws. Als jij de zaklamp aan hebt, doe ik hem niet aan, hoor. Dat is zonde, een beetje. Nee, ja, ik heb hem aan. Yep. Oh. Oh, je kan hem aandoen en dan in een ander item kijken. Yep. Oh, dat wist ik niet. Ik hoor die sandrigan. Ja, ik hoor Don erbij. Blablabla. Waar ligt dat ding dan? Hey, hier kunnen we springen, hè, bro. Pas op, er staat hier een sentry, boys. Ja. Nee, we kunnen niet... Dat horen we, man, pannenkoek. Je kan er omheen, Enzo, maar je kan ook... Ja, je kan er omheen. Is Don daar? Hier bedoel je? Weet ik niet. Don pakte iets op en liep naar buiten. Oké. Okay. Oh. Oh. Mooi. Ja? We zijn hier. Hier, dan aan mijn kant. Kom maar hier. Ach, kijk. Kom, we gaan hier zoeken. Hier, we kunnen hier springen, boys. Nee, dan ga je terug. Dat is de terugweg. Dit is de enige. Oh. Ik ben hier boven, boys. Oh, ik ben hier boven. Wow. Kom. Ik heb al één ding gevonden hier. Oh, het is heel sick hier. Kom, hier ben ik. Aan de overkant. Ja, ik ben er, boys. Ja, ik heb een verkeersbord. Het ligt er hier ook nog een. Nice. Hé, dit gaat goed, hé, boys. Zie je? Kijk. Wat zie ik daar beneden schijnen dan? Wat is dat daar beneden? Hé, is Don niet dood? Oh my god. Jasper viel hier naar beneden. Ja, dan ga je dood. Yep. Ik denk dat de zaklamp is van Don. Daarachter. En ik denk dat hier beneden van Jasper. Oh my god. Ja, Jasper viel hier met het verkeersbord naar beneden. Ik hoorde hem zo... En toen was hij weg. Yep. Nou. Dus ik denk dat we alleen nog samen over zijn, man. Yep, correct. Ik ga wel deze kant op, want hier ben ik nog niet geweest. Oh, ik hoor je. Ja, key. Ik heb een key gevonden. Nice. Ik zit vol, man. Enzo? Enzo. Ja? Ik zit vol. Oké. Okay. Ja, ik nog niet. Oké, okay, kom, ga je die kant langs of ga je daarheen? Wat ga je doen? Ja, ik ga deze kant langs, hier. Oké, okay, ja, dan ga ik wel met je mee, want deze kant kunnen we ook nog proberen. Kijk, hier moeten we er overheen. Kunnen we niet omheen? Hoe gaan we weer terug dan? Ik zie geen shit, bro. Zo. Zit ik onder water nu? Nee. Enzo, waar ben je? Enzo? Nee toch. Enzo is naar beneden gevallen. Meen je dit? Meen je dit? Is Enzo echt naar beneden gevallen? Want zo ja, dan ga ik nu terug. Hierheen. Ik hoorde iets lopen namelijk. Volgens mij zijn ze naar beneden gevallen.
Waar is de uitgang? Hier? Ik denk dat hier de uitgang was. Kutzooi, waar is de uitgang, bro? Zie je de uitgang? Kutzooi. Ja, hier. Oh, nice. Oké, okay, let's go. Hé, hey, er ligt wat. Oh. Kijk nou, joh. Oh, deze gooi ik wel weg dan, die sleutel. Neem ik deze wel mee. Oké, okay, dan moeten we maar weer naar het schip. Ik ben de enige die nog leeft. Save myself, man. Ja, hoe kom ik hier ooit weer omhoog? Oh, ik zink. Kutzooi. Kan ik onder water? Kan dat? Kan ik zwemmen? Kan ik zwemmen? Nee, nee, kut. Oh my god, bro, wat doe je? Hoezo, wat doe je? Ik wist niet of ik kan zwemmen of niet? Oh my god, ja, maar je kan toch niet zwemmen met een fucking V12 motorblok in je hand? Nou ja, ik heb zwemmers gezien. Urban Zwemmenmars bijvoorbeeld. Sowieso Pieter van de Hogebanden kon het nog ineens, man. Oh ja, hey. Ja, goed. Urban Zwemmenmars. We hebben het weer geprobeerd. Nou ja. Nou, dat ging weer goed, boys. Nice, man. Was leuk, boys. Ja, laten we volgende keer maar verder gaan. Ja, we gaan volgende keer verder. Ja, ja. Dan even serieus, man. What the fuck? Oh my god. Wel gezellig, boys. Thanks for the games. Ik heb echt gelachen, bro. Oh. Ja, was same. Leuk, man. Was leuk. Spreken jullie allemaal de volgende keer weer. En Enzo en Milan, ik zie jullie denk zaterdag wel. Rustig aan, boys. En wie denk je dat gepest werd vroeger op school? Rustig aan, boys. Yo! Goed. Enorm bedankt voor jullie donaties tijdens deze livestream. Daan voor de euro. Snowdope met de 5 euro. Milan, misschien moet je gewoon op Discord in plaats van je bliktelefoon. Ik weet dat je dichtbij Enzo woont. Hart en nogmaals gefeliciteerd. Maar doe gewoon Discord. Thank you. Wat, hoezo zie ik die niet binnenkomen dan? Oh, wel. Vexter met 5 euro, wat een team. Niks bereikt, maar ongelooflijk leuk. Dankjewel, Vexter, bro. Timmaatje met 2 euro. Binnenkort oma Milan in de building. Shout out jou, Timma. Dankjewel, man. En Gurfate Kauer of Gurfate... Nee, ik denk dat het Gur is, denk ik. Het klinkt... ik durf niet te zeggen of het Turks of Marokkaans is, maar het klinkt Turks. Ik weet het niet zeker. Ik denk dat het Gurfate Kauer is. Zeg ik het goed? Denk ik. Love naar jullie. Hart. En nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel voor je donaties, bro. Dankjewel voor de 13 euro en voor de 25 euro. Wordt enorm gewaardeerd. Hij zegt, lieve Enzo en Miron, ik ben super trots en blij dat jullie een baby krijgen. Ik kijk al vanaf day one naar jullie. Ik hou van jullie. Worden ze zeker topouders. Toen jullie dat posten op Insta had ik eraan in mijn ogen. En Milan wordt een topoon. Je weet wel dat ik zeg maar Milan ben, hè? Dus je zegt liever Enzo en Miron, maar ik ben zeg maar Milan. Maar goed, ik waardeer het wel. Dankjewel. Thanks voor je support, bro. Vera, enorm bedankt voor het lid worden. En natuurlijk Benevie ook. Dankjewel voor het lid worden. mocht je lid zijn, deze maand weer gratis Game Keys natuurlijk. En volgende week dinsdagavond weer een nieuwe livestream hier op youtube.nl/MilanKnol. Dus ik hoop je dan weer te zien bij een nieuwe livestream. Thanks voor het checken in ieder geval. En bedankt voor je support. GG in de chat. Ik vond het weer gezellig. La eterne.